Thank you.
dames en heren. Het moment waar we allemaal reikhalzend naar uit hebben gekeken is eindelijk aangebroken. Vergeet de eerste mens op Mars. Of weer een affaire van een bekendheid. Want dit, en alleen dit, is waarom jij tv zou moeten kijken. Of je nou goed geleerd hebt, goed bent in afkijken of gewoon supersnel bent. Er zijn geweldige prijzen te winnen en iedereen maakt kans. We gaan vanavond live voor goud tijdens de grote online tv-show. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. En van harte welkom bij de grote online tv-show van Berkelijnschot en Heukelo. Hey! Nou, mooi dat jullie er allemaal zijn. En wij zijn er ook weer. Weer terug in, helaas nog steeds coronatijd. Ja, het zit niet mee. Het is nog saai thuis. Dus wij dachten, na de leuke begin van het voorjaar is het de hoogste tijd om weer een avondje pret te brengen. Deze keer met enorm veel spelletjes. En het zijn natuurlijk al spannende tijden, hier allemaal drie witte gezichtjes om me heen. Want Sinterklaas is weer in het land. Zeker. Hij is vanmiddag aangekomen op de Diemeltje Blokkade in Zwalk. Ja, we hebben hem allemaal gezien. En nou, mooi dat jullie er zijn, ondanks de spanning thuis. Toch hier in de studio. Ja. Mensen thuis, ook van harte welkom. We gaan er gelukkig even iedereen voorstellen, want ik sta natuurlijk niet alleen voor. Mijn naam is Vincent, ik mag alles aan elkaar praten. Maar naast mij, mijn linkerhand voor de kijker rechts. Ja. Jos, onze ballenkoning. Hey, hoppakee, daar is je weer. Goedenavond. Ja, zeker, zeker. Ja. Hoe is Jos? Nog geen prins dit jaar, hè? Nee. We moeten het zonder stellen dit jaar. Geen carnaval, geen prins, helemaal niks. Dus fijn dat we wel hier kunnen zijn vanavond. Nou, daar gaan we er vanavond een klein carnavalletje van maken hier. Ik ben voor. Helemaal goed, absoluut. Hartstikke goed. Ja. Tegenover mij onze spellenkoning, Wouter Jonkers. Wouter! Hey! Goedenavond allemaal. Goed geoefend thuis, Wouter? Ja, zeker. Zeker, uiteraard. Ja. We hebben alles gecheckt en gaan we hier vanavond ook wat doen. Nou, helemaal goed. En ze kunnen mooie prijzen winnen, dus het moet duidelijk zijn wie de winnaar is. Dus helemaal goed. Goede check. Daar zit, je bent eigenlijk onze notaris vanavond. Ja, notaris. Kijk, Wouter de notaris. Voor alle klachten, Wouter de notaris. En dan hebben we natuurlijk onze, kijk, al die filmpjes die u zag op Facebook en die filmpjes van die A-team. Het creatief brein erachter is toch onze eigen Tom van Abelen. Hey, Tom, hey. Vanavond de callboy weer. Ja. Terug in jouw rol. Ik ben er weer, hè? Zin in, jongen? Ik heb er altijd zin in. Heel de week had jij er volgens mij al zin in. Zeker. Twee weken plat. Wij werden gek van hem in ieder geval. Dus het is fijn dat we mogen beginnen vanavond. Hopelijk zit u thuis op de bank met een hapje en een drankje. En vergeet het niet, we zitten natuurlijk in coronatijd. De lokale horeca, mensen. De lokale horeca. Tal van lekkere dingen hebben die voor u klaarstaan. Dus vergeet niet om gewoon even iets lekkers te bestellen bij de lokale horeca. U kent ze allemaal, zoek het uit. Ze hebben zelfs een paar mooie prijzen gesponsord waar we vanavond gaan spelen. Dus dat is ook heel lekker. En wij hier zijn ook heel benieuwd hoe jullie het thuis hebben. Ja. Dus vergeet niet om af en toe gewoon een fotootje te maken. In de app kun je die zo doorsturen hier naar de studio. Die komen op dat scherm te staan. En dan kunnen wij ook meegenieten met jullie thuis. En vergis niet, je kunt ook nog een kaartje kopen vanavond. Dus het kan nog steeds. We hebben een hele speciale gast, die is niet te zien, maar hij is er wel. Dat is Gerard Ekdom, u hebt hem al even gehoord. En Gerard die gaat ons even in de volgende video precies uitleggen
hoe het allemaal werkt vanavond. Dus ik zeg, Gerard, kom er maar in. Yeah. Dames en heren, zitten jullie klaar? We gaan namelijk zometeen beginnen met de spellen. Wil jij kans maken op al die geweldige prijzen? Natuurlijk wil je dat. Let dan even goed op, want de volgende informatie is erg belangrijk. 1. Wij bellen jou. Indien je onze quizmaster iets moet doorsturen, kan dat alleen door te appen via WhatsApp. Zelf bellen naar ons telefoonnummer heeft dus geen zin en is nooit nodig. Er staan 2 nummers op je spelkaart. 1 voor de bingo en de bonusballen en 1 voor de andere spellen. Sla deze snel onder de juiste naam op in je telefoon. App je naar het verkeerde nummer, maak je helaas geen kans op de prijzen. Geef bij je appje altijd duidelijk aan voor welk spel je meespeelt en wat het juiste antwoord is. Heb jij als breinbreker het juiste antwoord of ben je de snelste? Dan word jij door ons gebeld. 2. Anoniem. Lekker mysterieus. Als jij door ons gebeld wordt, is dat altijd met een anoniem nummer. Wees dus niet bang dat we je iets proberen te verkopen. Zorg er wel even voor dat het volume van je tv uitstaat wanneer je opneemt, anders ben je helaas niet te verstaan. En zullen we uit noodzaak iemand anders moeten bellen. Daar wordt niemand blij van. Of ja, misschien die ander dan. 3. Download onze app. De grote online tv-show wordt gespeeld via onze officiële app. Natuurlijk heb je deze al lang gedownload, maar zo niet, dan moet je dit toch wel even doen hoor. Je kunt hem vinden in de appstores van Google en Apple onder de naam, je raadt het al, De Grote Online TV-Show. 4. Jouw persoonlijke code. Zodra je wilt inloggen in de app, wordt er gevraagd om jouw persoonlijke code. Die vind je rechtsonder op jouw spelkaart. Vul alle gegevens goed in, want deze zijn belangrijk om kans te maken op de fantastische prijzen. 5. Wij zijn er altijd. Maak je geen zorgen. Voordat ieder nieuw spel begint, kom ik terug om een duidelijke uitleg te geven over hoe het werkt en hoe je het speelt. Veel succes en nog veel meer plezier. Nou, dankjewel Gerard. En hij zei het al, fantastische prijzen. Ik heb hier staan 7 gouden enveloppen. 7 gouden enveloppen met 7 hoofdprijzen. Misschien hebt u zelf voorbij zien komen op Facebook. Maar het zijn echt megaprijzen. Bijvoorbeeld een bon van €500. 500, hè? Van D-reizen. Of wat dacht u van €500 prijs van Tegels.com hier uit Oosterwijk. Of een professioneel kluspakket, eronder staat het, van aannemersbedrijf Rens van de Wiel en timmerbedrijf Rob Verschuren. En we denken de scooter. Een heuse nieuwe scooter van Scootergoed van de Bossenweg zit in 1 van deze enveloppen. Maar ook een volledig aangeklede kerstboom van Koppelmans. Niet zo kleintje, gewoon een enorme grote zit er ook in. En een magnetron, ping, en een blender door Staatskeukens aangeboden. Daar staat hij. En natuurlijk ook nog een minuut gratis winkelen van bij de Albert Heijn. Ze zitten in deze enveloppen. Wij weten ook niet in welk nummer, maar daar gaan we wel om spelen vanavond, mensen. Dus het wordt een hele leuke show met verschillende spellen. We hebben een bingo, we hebben een 9-letterwoordenspel. Er zit een meloenenjacht in, er zit van alles in. En het is allemaal georganiseerd door Kraampop en Zomerleut. En Tom, nou zit jij toevallig bij die club. Zeker, zeker. Roep eens, waarom al die moeite en die dingen om dit nou zo neer te zetten? Ja, omdat we onze evenementen niet hebben kunnen organiseren die we normaal wel organiseren. Dus Zomerleut is helaas niet door kunnen gaan. En Kraampop ook niet. En dan willen we toch iets doen voor het dorp en toch iets betekenen voor het dorp. En we hopen dat we op deze manier dat kunnen doen. Nou, hartstikke tof. In ieder geval heel mooi. Want we zijn met, en we weten het exact aantal kaarten, weten we niet ongeveer, maar we zijn met ongeveer evenveel mensen vanavond, evenveel kaarten als er in de tent bij Zomerleut kunnen. Dus kunt u nagaan, we zijn toch, zoals vulgaire zong in de liedje, we zijn samen en toch apart. Mooi. Prachtig, prinses. Nou, ik pink het eruit. Ja, zeker. We gaan, Josje staat te popelen, jongen. Ja, ik heb hier maanden op gewacht. Zullen wij beginnen met de bonusbal of zullen we eerst Gerard uit laten leggen? Ik denk dat we het best even Gerard uit kunnen laten leggen, want er is nog wel het een en ander te vertellen. En als Gerard de uitleg heeft gehad, dan ga ik de bonusballen bekendmaken en dan kunnen we lekker gaan beginnen met het spel. Dat gaan we doen. Ik zeg, Gerard, leg maar uit hoe de bingo werkt vandaag. Royal Bingo. Bingo, bingo, bingo! Wie kent het niet? Vandaag gaan we kijken wie hier de grote bingo-koning of koningin gaat worden. We spelen dan wel voor de eer, maar dat betekent niet dat er niets te winnen valt. Zowel de mannen als de vrouwen kunnen namelijk punten verdienen. Wint een man, dan krijgen zij 500 punten. Wint een vrouw, dan de vrouwen natuurlijk ook. De eerste ronde spelen we voor het bovenste rijtje horizontaal en daarna voor een volle kaart.
Let dus goed op, want voor je het weet roept er iemand bingo! En dat wil jij natuurlijk zijn. Bingo? App een duidelijke foto van je spelkaart met de tekst bingo naar het bingo-nummer. Daarnaast krijgen jullie van de presentatoren zometeen 5 cijfers. Dit zijn de bonusballen. Lief toch? Schrijf ze duidelijk op in het vakje bonusballen op je spelkaart. Want hier zijn leuke prijzen mee te winnen. Als tijdens het spel één van deze ballen uit de bingo-molen komt, omcirkel je deze snel op je spelkaart. Maak er een foto van en app hem zo snel mogelijk door naar het bingo-nummer met de tekst bonusbal en het bonusbalgetal. Hier wordt jouw vingervlugheid op de proef gesteld. Want degene die als eerste alles op de juiste manier naar ons doorstuurt, gaat er met de prijs vandoor. Laat de ballen maar vallen! Ja, laat de ballen maar vallen. Ja, Jos, het is graag. Jouw beurt. Maar voordat we de ballen werkelijk gaan laten vallen, heb ik nog een paar kleine dingetjes toe te lichten. Die even van belang zijn voor het spelverloop van vanavond. Zoals Gerard net al heeft uitgelegd, we gaan bingo'en. Met de bingo zelf zijn geen prijzen te verdienen. Want dat mag helaas niet binnen de Nederlandse wetgeving. Daarom hebben wij de bonusballen. En ik ga dadelijk bekendmaken welke getallen de bonusballen zijn. En als je een bonusbal voorbij ziet komen, ga dan vooral appen. Ga dan vooral zorgen dat je een mooie prijs wint. We verwachten ontzettend veel appjes. Dat weten we ook nog van de bingo in het voorjaar. We kunnen niet reageren op al die appjes, maar we weten wel wie het eerste is, wie het goed heeft. En we gaan dan vanzelf laten weten wie dat de prijs heeft. Heb je prijs, wil je natuurlijk ook weten waar je die prijs kunt krijgen. Aanstaande maandag word je gebeld door de organisatie van de grote online bingo of tv-show. En dan gaan ze even met je afspreken hoe je aan die prijs gaat komen. Dus dat komt allemaal goed. Dat wordt aanstaande maandag dan even verder allemaal netjes geregeld. Zoals Gerard net ook al zei, we hebben 2 nummers. We hebben een bingo-nummer en we hebben een spellennummer. Voor de bingo, voor de bonusballen, gebruik enkel en alleen het bingo-nummer. Want anders heb je geen prijs, gaat het gewoon fout. Voor de spellen, als je daar mee gaat doen, ga je appen naar het spellennummer. Want anders kom je in het bingo-circuit terecht en heb je ook geen prijs. Dus let even op die 2 telefoonnummers en maak gebruik van het goede telefoonnummer. Ja, en verder gaan we, ik denk dat we echt gaan beginnen. Ja. We gaan er een toffe avond van maken. En ik ga beginnen met het opnoemen van... Eén ding, ja, en schrijf die bonusgetallen op uw kaart op. Schrijf ze mee op, nu. Dus pen bij de hand, schrijven. Want anders valt die en je bent Doe ik ook, hè? Wij schrijven ook mee. Ja, maar goed, wij schrijven mee. Ik begin met het eerste bonusgetal, dat is het getal 8. Het tweede is 12. Dan hebben we bonusgetal 33, 41 en 84. Ik zal ze nog één keer herhalen. De bonusgetallen zijn 8, 12, 33, 41 en 84. Er komt één van die getallen voorbij. Hoppatee, appen, foto maken, appen en zorg dat je mooie prijzen wint. Ja. Dan gaan we nou denk ik gewoon draaien. Zijn jullie er klaar voor? We zijn er klaar voor. Ja. En er is nog wel een mooie strijd erbij. Dames, heel goed opletten. Ik ben aan jullie hand vanavond. Als je wint, als de dame eerst belt, krijgen ze een roze bal erbij, 250 punten. Dus die strijd doen we ook. Vrouwen tegen de mannen. En ik ben voor de mannen, dus ik ben van de blauwe ballen. Hij is van de blauwe ballen en de andere is van de roze ballen. Ja, ja. Kijk. En daar kunt u thuis natuurlijk ook meedoen, hè? De jongens tegen de meisjes, maak er een extra strijd van. Geniet er lekker van. En ik denk dat het de hoogste tijd is om gewoon te starten met de bingo. Want die molen staat te popelen te wachten. Hij brandt van verlangen. Daar komt hij, Jos. Jazeker. Gooi hem er maar in. De eerste. Oh. Bal nummer 82. En het gaat om de eerste bovenste rij, horizontaal. De bovenste rij, let wel, hè, want dat is wel belangrijk. Dat is anders dan de vorige keer. Het tweede getal is nummer 40. En daar komt nummer 6. Nummertje 22. 22. Het
voelt wel weer lekker vertrouwd, toch? Oh, heerlijk. Ja. Dat geluid, hè, dat is fijn. Heerlijk. Hè? Ja, hoor. Heb ik moeten missen, man. En nummertje 70. De ballen komen ook in beeld, hè, dus... Je kunt gewoon meekijken en meelezen. We gaan door met 39. Mocht het nodig zijn, denk ik dat we ook weer een overzichtje in beeld kunnen krijgen van alle ballen die getrokken zijn. Bal nummer 2. En door met bal nummer 2. En bal nummer 25. 25. Het gaat dus alleen om de bovenste rij. Als u de bovenste rij vol hebt, heb je bingo. Ja. En daar komt bal nummer 83. Bal 83. Ja. Bal 53. Hey Jos, ik stel voor, want dit gaat natuurlijk hartstikke goed voor die bovenste rij, dat we het toch een beetje moeilijker gaan maken voor thuis. Oh. Dat we er een tweede spel in gooien. Oh ja, hartstikke leuk. Laten we er eens een letterwoord bij doen. Misschien dat Gerard ons uit kan leggen hoe het werkt met het letterwoord wat ook op uw kaart staat. Gerard. Lettermania. Het negen letterwoord. Het spel voor de puzzelaars. Gedurende de avond zullen er op verschillende momenten letters in beeld verschijnen. Dit zijn in totaal 9 roze en 9 blauwe letters. Zowel met de blauwe letters als de roze letters kun jij uiteindelijk een woord maken. De presentator zal je misschien ook zo nu en dan een hint geven en duidelijk aangeven bij welke 9 letterwoord de hint hoort. Schrijf alle letters goed op en leesbaar natuurlijk. Denk jij het te weten? Vul het woord of de woorden dan duidelijk in je spelkaart en app een duidelijke foto van je spelkaart met de tekst 9 letterwoord en het juiste antwoord na het spelnummer. Zo maak je kans op geweldige prijzen. Toi, toi, toi! Ja, nou. Toi, 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 zei hij. Even voor de duidelijkheid, dat 9 letterwoord, mensen, gaat over de winnaar daarvan. Die kiest een gouden envelop. Dus let goed op, ze komen af en toe in beeld. Jos, ga je weer verder met de ballen? Ik ga weer verder met de ballen, okay. Absoluut. Ja. En dan komt die nummertje 54. 54. Nummer 1. Nummer 1. Nou, Gerard zeggen, denk ik. En nummer 14. Nummertje 14. Dat lukt de meeschrijven, hè? Ja. Nou ja, het lijkt alsof we zelf ook een bingo hebben. Ja, ik vind dat spannend. Ik heb nog geen volle kaart. Nou, ik heb hier ook nog geen volle kaart, dat doe ik wel even. Goed, nummer 7. Het volgende getal is nummer 7. Ook nog geen geen bonusballen. Mensen zitten thuis vol mee te schrijven. Ja, nummer 56. Nummer 56. Oh nee, ik wilde af. Ik dacht aan bonusballen, maar dat was het niet. Sorry. Nee. ook weer wat anders dan bitterballen, hè? Dan nummertje 34. 34. We zitten er wel allemaal vlak langs. Ja, we zitten er vlak bij al die bonusballen. Maar, mensen, ik heb wel een winnaar van de eerste rij. Oh. Ja, kijk. Dit is een geldige bingo. Kijk dus, nou, dan is hij er al uit, hè? Ja, deze is de eerste rij. Gewoon 250 punten. Maar nu... Ja, moet is het een jongen of een meisje? Ja, daar ga ik nu eens even vragen. Hey. Dus, want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Maar we hebben in ieder geval een winnaar. Hey, dat is mooi, dat is mooi. En Tom, misschien kun je ondertussen dan de eerste hint geven. Voor het 9 letterwoord. Ja. Ik heb de eer om de hints te mogen geven. En de eerste hint, schrijf hem op, hè, ergens op een briefje of doe er iets mee. De eerste hint is lekker puzzelen. Lekker puzzelen. Ja. Lekker puzzelen. Daar zijn we eigenlijk al heel de avond mee bezig met lekker puzzelen. Ja. Maar het is ook de hint. Even vertellen. Hey, en Wouter, jij bent volop... volop bezig? Ja, kijk, hij heeft geantwoord. Dat is Bento heeft gewonnen, dus een jongen. Dus helaas voor mij komt die comfort te staan. Bento, gefeliciteerd. Dankjewel, hè. Gefeliciteerd. Ja. Dat is knap, want dan heeft Bento dus de eerste rij.
Ja. Ja. Dat betekent dat de bingo-ballen even op hold gaan, Jos. Ja. 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 Ik stap deze even terug, want die is niet geweest. En dan kunnen we die straks weer... Zegt de notaris ervan? Meegebruiken. Ja, goed. Ja. Niemand iets gezien? Hey, maar hoeveel punten is zo'n bal nou waard, die daar in de bijen is gegaan? Dat is misschien wel leuk om te weten. 250 punten. Hij staat nu voor met 250. Ja, dus de jongens staan 250 punten voor op de dames. Ja. Op de en deze strijd gaat heel de avond door. En niet alleen met de bingo. Nee. Ieder spel, jongens, winnaar, jonge dame. Ook thuis op de bank. Ja, precies. Jongens tegen de meisjes. Jongens, meisjes. We gaan naar de volgende speelronde. Dat is de speelronde met de app. Dus pakt uw telefoon erbij en let even heel goed op wat Gerard te vertellen heeft over de app-ronde. Hallo, hier ben ik weer. Voordat we beginnen wil ik nog even het een en ander ophelderen. Ik weet het antwoord natuurlijk al, maar hebben jullie de grote online tv-show-app al gedownload? Zodra je de app opent kun je inloggen met je persoonlijke code. Vul je gegevens in en je bent klaar voor de strijd. We spelen vanavond meerdere rondes via de app. Telkens zodra een nieuwe ronde start, zal dit in de show aangegeven worden. Zijn de vragen begonnen, dan heb je een bepaald aantal seconden om deze te beantwoorden, variërend per vraag. Twijfel dus niet te lang, want de tijd tikt door. Pas op, per vraag kun je maar één keer op een antwoord klikken. En eenmaal geklikt betekent dat jouw antwoord vaststaat. En ook heel belangrijk, hoe sneller je antwoordt, hoe meer punten je kunt verdienen. Snel en zeker. Dat is waar je voor moet gaan. Naast de vragen zijn er nog meer leuke onderdelen in de app. Zo kun je via het praatvolkje onderin een bericht met foto sturen naar de studio. Laat maar eens zien hoe gezellig het is in je woonkamer van het beste tv-showteam aller tijden. Wie weet komen jullie nog wel voorbij tijdens de show. Daarnaast kun je ook ter allen tijden in de ranglijst kijken op welke positie je staat. Kun je vrienden opzoeken en de score delen via social media. Wat een spanning en sensatie. Zet hem op. Ja mensen, zet hem op. Die handen aan de knoppen, want we gaan zo meteen beginnen met de appronde. En dat betekent dat u op uw telefoon al die vragen krijgt. En let goed op, want degene die het snelste is en het meeste beste antwoord heeft, is de winnaar van deze ronde. We gaan deze appronde drie keer spelen, gedurende de avond. En dat betekent dat elke ronde sowieso één winnaar oplevert. Betekent ook, dat heb je al één ronde gewonnen, dat je de tweede ronde gaat de prijs natuurlijk naar iemand anders, dat snap je. Maar de overall winnaar van de drie rondes, die gaat weer voor de gouden envelop. Dus doe enorm goed je best, heel veel plezier en vooral succes. Ja, we kunnen misschien wel de prijs even vertellen, toch? Oh ja, laten we de prijs even vertellen. Dat is misschien wel leuk, want we hebben namelijk het eerste en een tweede prijs. En de tweede prijs zijn geurstokjes met een waardebon van Miss Flower bij Ham. En de eerste prijs... een waardebon van Jan de Kok mode. Dus prachtige prijs om voor te spelen. Dus ik zou goed je best doen als ik jullie was. Doe enorm goed je best. Veel succes, veel plezier in deze appronde. Zet hem op! Yes!
Zo. Nou, dat viel niet mee, zeg. Ach, man. Ja, ja, veel vragen, hè? Veel vragen. En hier zo waarvan je denkt van, ja, wel nieuw zat het. Antwoorden dicht bij elkaar. Ja, ja. Wij zijn heel benieuwd wat de uitslag is. Maar voordat we daarmee beginnen, want er moet natuurlijk helemaal nagekeken worden, gerekend, gedaan, et cetera. Daar zijn ze achter de schermen volop mee bezig. Yes. En Wouter en Tom, die breken zich het hoofd erover. Dus ja, zo meteen gaan we een ander spel doen. Dat heet Raad de Plaat. En dat is natuurlijk Gerard op het lijf geschreven. Dus Gerard, als je uitleg wilt geven over Raad de Plaat, heel graag. Raad de Plaat. Het is tijd voor Raad de Plaat. Deze spelen we live met slechts één van jullie. Je krijgt zo direct een aantal fragmenten van diverse nummers te horen. Kun jij raden welk nummer gespeeld wordt? Dan heb je prijs. Maar je krijgt een keuze. Behoud je jouw prijs of ga je door naar de tweede ronde? Ga je door, dan vervalt de prijs die je had gewonnen. Maar maak je kans op nog veel mooiere prijzen. Oh, wel goed om te weten, we spelen de muziek niet voor, maar achteruit af. Ga jij er na drie rondes met de hoofdprijs vandoor? App nu, raad de plaat naar het spelnummer. En wie weet ben jij zo live in de show met Raad de Plaat. Ja, Raad de Plaat. Dus wil je meedoen, app dat dan nu naar de studio hier. Dan zien wij iedereen die zich aanmeldt. En misschien word je teruggebeld voor Raad de Plaat voor mooie prijzen. Ja. Hey, ik kijk even tegenover. Hoe zit het met de uitslag van de app? Ja, we hebben de eerste prijswinnaars hebben we binnen van deze bingo show. Hey. Oh. Hey. Ja, dat is spannend, hè? Ja, dat is spannend. Maar voordat ik die bekend ga maken, dacht ik van, ik zou jullie eens even een vraagje stellen uit die app. Ja. Want jullie stonden hier allemaal wel zo van, ja. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jullie die antwoorden wel weten. Ja. Nou. Dus ik heb er eventjes twee uitgepakt. En de eerste vraag is, in welk jaar is de bouw van het Trappistinnenklooster gestart? Het Trappistinnenklooster, dat is waar nu ons koningsoord is. Ja, waar nu ons koningsoord is, inderdaad, het prachtig nieuwe winkelcentrum. In welk jaar de bouw is gestart? Ja, ik weet wel wanneer dat die open is gegaan. Ja. Maar dat is natuurlijk daarvoor dan geweest. Ja, dat is daarvoor al geweest. Ja, nou, daar heeft ons een opa uitgegraven volgens mij. Oh, dan moet het 1898 geweest zijn dan. Ja, ergens eind vorige eeuw of zo, ik weet het niet. Noem maar een nummertje. 1898. 1898. Ik denk eigenlijk later, want ik weet wanneer het voor het eerst geopend is, zeg maar, officieel. Dus ben jij erbij geweest? Ik ben erbij geweest. Ja, dat is een mooie anekdote trouwens. Nee, maar dat weet ik toevallig. Dus ik dacht al, Jos, had ik jouw jas kunnen gaan met de Eerste Communie? Ja, daar gaan we het wel over hebben. Ja, dat klooster zijn toch eerder. Ja. Ik denk wel, ja, 1815. 1815? 1815, schat ik. Ja. Ja, ik ga toch voor 1933. Ja. Jos heeft toch zijn communie daar gedaan. Ja, dat is waar, Jos. Ja, dat is wel grappig, want ik weet toevallig dat ze in 1937 is het ingewijd. Ben ik ook erbij geweest? Nee. Maar ja, goed, daar zit een heel verhaal aan vooraf. Ik ga er niet allemaal uitleggen, want daar hebben we namelijk geen tijd voor. En ik weet, in Udenhout zijn ze nou wel allerlei dingen aan het opgraven. En hebben hun werk ook al gehad, maar daar gaan we het nou allemaal niet over hebben. Ik wist het. Het goede antwoord was dus 1933, Tom. 1933, inderdaad. Oké, het is goed om te weten. Ja. Ja, dan hebben we een vraag voor jullie. Hè, want aan één hebben we niet genoeg. Hoe lang heeft de Giel, welbekende Giel, dat is er maar één cafetaria, van de oude raadskelder uitgebouwd? Uitgebaat. Hoe lang moet ik het zetten? Dat deden ze klanten, die deden de Giel niet naar buiten. Nee, maar hoe lang is het uitgebaat? Ik denk 1,85 meter. Maar ja. Hoe lang heeft de Giel al jaren, jongens? Ja. Ik zeg 46 jaar. Ja, ik denk, hoe oud is de Giel? De Giel is 75 jaar. Zoiets, denk ik. De Giel is inderdaad 75 jaar. Dan zit je al, hij is er 65 jaar gekomen, zeker wel. Maar hoe lang het zelf is gebeurd? Nou, laat op 60 jaar houden. Nee, iets minder. Dat is 75. Nou, 60, dan was hij 15 toen hij begon. Toen was je wel in de kroeg, maar... Ja. Zie je, zit Giel wat. Giel, als je zit te kijken... Ja, app even. Je hebt het goede antwoord, app even. En Daphne zou het ook wel weten. Hoe lang heeft Giel erin gezeten? Daar kan ik heel moeilijk inschatten. Ik denk, jij zegt een jaar of 50 zoiets. Ja, zeker wel. Ja, ik weet het niet. Ik ga met jou mee, Wouter, want ik weet het gewoon helemaal niet.
Hij heeft de 50 jaar net niet volgemaakt. Het zijn er 49. 49 jaar. Ik moet weten, dan had hij wel een groot vis gegeven. Daarom is hij een jaar eruit gegaan natuurlijk. Als er iemand veel grote feesten gegeven heeft... Dat is niet heel erg. Ja, dat was het wel bij de Giel. Dat was altijd feest. Er komt altijd feest. Ik heb trouwens ooit een hele carnaval met gebied van de Giel rondgelopen. Wat doen mensen niet? We zitten hier aan. Voor vrijdagavond bij carnaval ging je de boven, ging je zijn gebied halen. Ik had zo'n voorzetgebied en daar ruilen we dat na de carnaval weer terug. Dus heb ik toen precies ik had. Dat komt altijd alles bij de Giel. Wel zeker waar. Zullen we naar de prijzen gaan, Tom? Ja, even naar de prijzen, dames en heren. De tweede prijs. De tweede prijs, dat is... hadden we ook weer van de tweede prijs. Oh ja, de geurstokjes. Geurstokjes, dames en heren. Die is gewonnen door Frederik de Kok. Frederike de Kok. Kijk, van 13. Van 13. Wouter. Ja, dames. Heel goed. Kijk. En het is nu gelijk Goed, Frederike. Mooi. Klasse, Frederike. En dat is even leuk. Super, fijn Frederike. Dat Frederike de geurstokjes wint. Want als Frederike namelijk de waardebon won van de kokmode, dan kreeg ze hem van haar vader. Ja, dat zou ik zo wel zeggen. Gefeliciteerd, Frederik. Gefeliciteerd, Frederik. Ja. Mooi. En zou ik ook meteen even de eerste prijs bekendmaken. Die is gewonnen door Manik. En dat is een man, 29 jaar. Wouter, ik heb weer een blauwe bal. Manik, jongen, gefeliciteerd. Manik, super gedaan. Helaas dat je geen vrouw bent, maar ja, goed, je kunt niet alles hebben in deze wereld. Maar we gaan nog aardig gelijk op. Het is nou 2-1, toch? Of ja, 500 om 250. Ja, 2-1. Het kan nog alle kanten op, hè? Kijk eens, we hebben de thuiscamera te pakken. Kijk, hoppakee. Mooie kiekjes. Misschien helemaal live. Thuis ook, het is helemaal live, dus we gaan even kijken hoe het thuis is. Kijk, gezellig. Kijk, corona-regels, tja. Familie Dominicus, hallo. Ja. Hey, familie, hè? En nog een smits hier van tegels.com, daar vooraan zag ik hem. Okay. Kijk eens wat een gezelligheid, mensen. En er wordt leuk. Druk gequist en meegedaan in Berkel, kunnen we wel zien, hè? Ja. En meegedaan, dus blijf die foto's sturen, want daar worden we hartstikke blij van. Dit is mooi natuurlijk. Dit willen we zien. Bolplankjes, wijntjes, heerlijk. Kijk, er wordt gehoor gegeven, hè? Wat een familie Granneman. Daar liggen er wel op, ja. Dit is een plaat op, Jasper, hè? Kijk, nou gezellig, mensen. We gaan naar... Raad de plaat. Raad de plaat. Wie hebben wij aan de lijn? Ja, als het goed is krijgen we iemand aan de lijn voor Raad de plaat. En die gaat meespelen met ons. Kijk, er wordt al gebeld. Ik hoor hem overgaan. Daar wordt gebeld. Met Guus. Guus. Goedenavond. Hallo, hallo. Hey Guus. Hallo. Hoe heet jij nog meer, Guus? Pigmans. Guus Pigmans. Guus Pigmans. Oh, dat moet niet gekker horen, want van Guus Pigmans heb ik ooit... ik had van de Gielt gebit. Maar van Guus heb ik ooit de lederhoos aangehad met bier en wijnfeest, Guus. Dat heb je eigenlijk wel zelf iets, Vincent. Nee, nou, die lederhoos kan ik wel terug tegen de muur zetten. Dag Guus, wat gezellig dat je er bent. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Hoe is het thuis? Ja, spannend, hè? Ja. Dat snap ik. Tom gaat jou meenemen door een heel spel. Tom? Ja, zeker. Leuk. We gaan zo meteen een plaatje achterstevoren horen. Dus, en dan mag jij raden welk nummer dat er is. Ja. Dus kom erop. Ik zou goed luisteren als ik jou was. En dan gaan we hem gewoon eens instarten. Ja. Maar dan moet je wel eens kennen dit, hè? Dan is het nummer. Oh, ja. Dit is een tentman. Ja, Vincent heeft hem al door, denk ik. En jij, Guus? Ik zou het echt niet weten. Heb je een hulp van Marion of zo? Guus toch? Ja, sorry. Dan gaan we de geluidskwaliteit van mijn telefoon liggen, denk ik. Ja. Nou, dan gaan we toch even, moeten we echt door naar de volgende. Ja, Guus. Ja. Jammer, Guus. Helaas. Jammer. Veel plezier nog, hè, vanavond. Ja. Adieu, Guus. Dan gaan we naar de tweede beller. Ja. Nou, kijken wie we nou een telefoon gaan krijgen. Kom maar op. Ja. Een tweede beller. Gaat hij weer over? Ja. Hij gaat over. Hij gaat over spanning en sensatie. Ja. Hallo? Met mij. Met wie spreken we? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ik hoor dat het een dame is. Ja, dat is goed voor jou, Wouter. Hoe heet jij? René. En verder?
Heerke. Hey René Heerke, welkom in de grote online tv-show, helemaal live bij Raad de Plaat. Ja, vind je het leuk? Ja, zeker. Vind je het spannend? Nee, maar er zit mega vertraging op de lijn. Oh. Ja, maar dat, op zich voor het nummer raden niet uit te maken, denk ik. We zullen hem extra lang draaien. Ja, ja, dat is een goeie. Weet je het nummer al of moet ik hem nog een keer laten horen? Het was gewoon het nummer van net. Ja? Ja. Ja. En jullie willen ook hoe dat het nummer zelf heet. Ja. En de artiest? Nee. Ja, maar ik kwam niet verder dan Snollebollekes. Ja? Nou. Ja, en welk nummer? Ja, geen idee. Het zit wel in de buurt. Maar ik zeg dat we speciaal voor René gewoon het tweede nummer op gaan zetten. Ja? Gaan we het tweede nummer opzetten? Okay. Ja, we gaan het tweede nummer opzetten. Dus ik zeg, druk maar op die knop voor nummer 2 voor René. Hey. Yes. Ja, ja. Rijmt ook zo. Nou, René, enig idee? Abba? Ja. Ja? 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 Ja, ja. Ja. Ja, Abba, en dan wil ik nummer... Als je iets wint, dan... Nou, René, enig idee? Kom op. Ja. Als je een envelop pakt, dan ben je een... Goed gedaan, hoor. Oké, applaus, hoor. We moesten het wel in de mond leggen, maar... Ja. Ja. En jouw prijs, René? Super gehint, heren. Ja. Ja, weet je wat jij gewonnen hebt? Ja, jij wint bij deze een borrelpakket ter waarde van €50, verzorgd door de Zuiverhoeve. Hey, yeah! Hoe mooi is dat? Hey. Maar dan hebben we nog een verrassing voor jou, René. Ja. Heel belangrijk. Ga jij door voor de koelkast? Dus zeg jij van, ik wil nog een nummer horen. Dan laat ik deze prijs vallen, maar maak ik kans op een andere prijs? Of zeg je, dit van de Zuiverhoeve is zo'n prachtige prijs. Ik neem geen risico meer. Deze neem ik. En we gaan kijken of we iemand anders blij kunnen maken met een andere prijs. Wat is jouw keuze? Nee, we gaan iemand anders ook ontzettend blij maken. Dus wij gaan gewoon voor de borrelplank. Jullie gaan voor de borrelplank van de Douwe. Gefeliciteerd, René! Een roze bal, hè? En René, dankzij jou heb ik ook weer een roze bal. Dus de vrouwen komen weer gelijk met de mannen. Hey, ja, dat gaat een mooie strijd worden. Hey René, heel veel plezier nog vanavond. Bedankt voor het meespelen. Dankjewel. Doei! Nou, dan gaan we naar het derde liedje, denk ik, hè? Dan gaan we naar het derde nummer toe, denk ik. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe we nu aan de telefoon gaan krijgen. Ja, want we hebben er nou dus 2 gehad. We hebben 3 nummers binnen Raad de Plaat. Dus dit is het laatste nummer waar je mee kunt doen. Dus word je gebeld en is het extra spannend. Want er is namelijk geen kans meer om die prijs aan te pakken. Dus dat betekent dat we die prijs dan elders in de show nog weg gaan geven. Ja. Dus we gaan aan het bellen. Heel goed. Ik hoor hem. Hallo? Hallo? Wie hebben we aan de telefoon? Met Femke Smits. Femke Smits. Nou, Wouter, dan weer plezier. Nee. Ja, als het goed raadt, hè? Als het goed raadt. Zou weer een roze bal. Vind je het leuk, Femke? Ja, het is leuk. Vind je het spannend? Ja. En heb je een beetje verstand van muziek? Ja, oh. En kun je nou, want Femke, ik ken jullie een beetje. Kun je even uitleggen, vertellen wat er allemaal op tafel staat? Bij jullie. Wat er op tafel staat. Bijvoorbeeld bij je vader voor zijn neus en bij je moeder voor de neus. Theebekers, glazen drinken, staat koffiemelk en zo op tafel. Oh, jullie zitten daar nog? Ah. Wij dachten dat het best bier snel op tafel, maar dat valt er weer een beetje tegen. Ja, ik ben jullie ooit tegengekomen op vakantie, toen ging het toch anders. Maar goed, daar hebben we het dan later wel over. Hey Femke, ben je helemaal klaar voor het lied? Ja, zit ik klaar. Super, nou, daar komt hij hoor. Succes hè, zet hem op. Ja. Ik kan het niet thuis brengen, die vorige wel. Maar deze? Ja. Oh.
Femke, wat is je antwoord? Kali van Django Wagner. Hey! Kali van Django Wagner. Ja. Heel geweldig super. Gedaan, Femke. Echt super. Hey. Nou, Tom. Ja? Maakt blij. Ja, ja. Wouter heeft hier een prachtige prijs. En Femke, je hebt een schitterende prijs gewonnen. Je krijgt een streng productenpakket met bon. De waarde van 20 euro te besteden bij de barbecue, de nieuwe veranda. Of barbecue, ja, we zijn al. Bed and breakfast zelfs. Hey. Hey, ik wist dat wij de handel in de nieuwe veranda. Ja, wij hebben alles. Hitter. Dus wel. Nou, Femke, gefeliciteerd en een heel warm applaus van ons voor jou. Dankjewel. Hey. Geweldig gedaan. Heel veel plezier daar nog en tot snel weer ergens. Hè. Barbecue, dat blijft hier. Barbecue, doei. Doei. Bed and breakfast. Zo, die Femke, die was blij. Ja. Ja, ja. Was een juich op dat. Ja. Leuk gezet, hè? Als ik dacht dat ze een barbecue kreeg natuurlijk, hè. Dat was uiteindelijk niet. Ja. Ah, kijk. Hey, en we gaan door naar toch even een spannend moment, mensen. Oh. Sinterklaas is in het land, we weten het. Maar er is nog iets anders aan de hand. Oh. Het negenletterwoord. Wij spelen nog steeds het negenletterwoordenspel, inderdaad. En sterker nog, volgens mij zijn de hints niet helemaal nodig. Hebben we al een winnaar? Ja, oh. Ik heb zo'n vermoeden, al die letters zijn voorbij gekomen. Er is geraden, er is geappt, er is gedaan. En we gaan dus naar de eerste gouden envelop. Oh. Dus we gaan dat is al een bellen moment. Met iemand. En die gaat ons hopelijk het goede antwoord geven, want anders ga je naar de rode envelop. Die hebben we ook nog, de rode envelop. Dus ik kijk Wouter, Tom, gaan we bellen? We gaan bellen dan, hè? Of zo? Ja, nee, we gaan bellen. We gaan bellen. We gaan bellen. We gaan bellen. Even kijken of er iets, of er een lijn overgaat. Ja. Ja. Dit is een spannend moment. Dit is wel een heel mooi spannend moment. Wie zou het zijn? Ja. Dit is... Met Jacqueline Hever. Jacqueline, goeiedag. Jacqueline. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in de show. Dankjewel. Weet jij waarom wij bellen? Ja, ik denk dat wij het negenletterwoord hebben geraden. En heb je het ook goed, denk je? Ik ook. Ja. Het is in ieder geval wel een manier van creatief puzzelen, dus. Oké. Tom, stel jij de verlossende vraag. Wat is het negenletterwoord? Het negenletterwoord is mozaïken. Nou, ja. Mozaïken, en dat is... Goed! Goed! Hey. Jacqueline! Super, Jacqueline. Schitterend. Ja, maar dan... Je mag een gouden envelop pakken, denk ik. Je mag een gouden envelop pakken. En we Wout, maar even een balkje. Alweer, want ik had net ook een dame. Hey, heren, doe eens een beetje beter. Die dames zijn belangrijk, denk ik. Toppie dames. Hoppla, want we waren er twee. Want net had was ook een dame. En die had je al erin gedaan. Ja, maar zo kan ik er nog één. Dames, extra punten. Jacqueline, we hebben voor jou envelop 1, 2. En dan gaat ze door tot en met nummer 7. De studio stort in. Onze kalf wil niet meer. Onze vuurkolf. Maar Jacqueline, laat even bewaar. Welk nummer heb jij in gedachten? Toen je vanochtend opstond, dacht je van dat nummer wordt het winnende nummer voor mij. Wij willen graag nummer 4 overmaken. Nummer 4. Okay. Waar hoop je dat in? Ga ik hem maar even tussenuit halen. Ja. Waar hoop je? Welke prijs hoop nummer je te winnen? Vier. Ja, Jacqueline? Alle prijzen zijn volgens mij heel erg leuk. Dus we hebben niet echt een voorkeur. Oké. Okay. Jos, aan jou de eer om open te maken. Zal ik hem voorlezen? Ja, dat is goed. Komt hij aan, hoor. Komt hij aan. Ik neem hem zelf mee, denk ik. Hij is echt heel gaaf. Ja. Okay. Hij is echt heel leuk, Jacqueline. Ja. Jij gaat namelijk, omdat jij het woord mozaïek als eerste goed had, 1 minuut gratis winkelen bij de Albert Heijn in Bergelandschot. Gefeliciteerd. Eigenlijk gefeliciteerd. Wat gaat er door je heen nou? We zijn er helemaal stil van. Ik hoor het, we zijn er helemaal stil van. Ik ben wel benieuwd of Jacqueline een winkelwagentje gaat gooien in die 1 minuut. Ja, nou, ja, goede vraag. Kunnen we dat niet filmen? Ja. Jacqueline. Ja? Waar ga je in je winkelwagentje stoppen in die 1 minuut die je hebt? Ja, daar gaan we even over nadenken. Mijn vader zegt al, we moeten even gaan oefenen eerst. Dat kan hetzelfde als je winkelwagentje nu volgooit. Ga je zo je route uitstippelen zo door de winkel heen?
Ja, ik denk het wel, ja. Een timer erbij, training. Ja. Training inderdaad. Ja. Prijs uit je hoofd leren, heel goed. Nou Jacqueline, in ieder geval heel erg gefeliciteerd met jouw minuut gratis winkelen in de Albert Heijn in Bergen-Lenschot. Geniet ervan en geniet nog lekker van deze avond. En succes verder. Dankjewel. Yes. Doei, doei. Doei, doei. Doei. En daarmee zit het eerste deel van de show er alweer op. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Ja, heel snel dit, hè? En met een bingo dan. Heel prachtig tweede deel. Maar dat betekent dat we even gaan pauzeren. 10 minuutjes pauzeren. Ja. Over exact 10 minuten zijn we weer terug. En een kleine opdracht voor de mensen in de pauze. U zag er straks live al een paar beelden van hoe gaat het thuis. Blijf die foto's sturen in de app, want we zien ze graag. Ja. En misschien dat de meest originele, gekke, maffe foto, je weet het niet, als er prijzen overblijven, dat we daar nog iets mee gaan doen. Dus ik zou zeggen, even lekker plassen. Iets drinken. Een drankje. Ja. Hapje een drankje. Maar stuur ze wel naar het spellennummer, dames en heren. Niet naar de bingo-nummer, naar het spellennummer. Ja, naar het spellennummer. De foto's. Ja. Foto's. Naar het spellennummer. En ze kun je ook in de app uploaden. Nee, ze kunnen alleen via de app horen. Ik heb zo'n oren, zo'n ding in mijn oor. Dus ze mogen alleen in de app, mensen. De foto's alleen in de app. Dus doe dat in de pauze. Gekke, originele, leuke foto's in de pauze. Even plassen, drinken, noem maar op. Even lopen, elkaar vervelen. Tot over een minuutje of 10. We hebben er weer zin in. Hey. We'll be right back.
Ja, daar zijn we weer. Zo. Allee, allemaal weer fris en fruitig. Oh, even lekker plasje gedaan. Even lekker gedoucht. Nou, lekker gedoucht, ja. Heerlijk. Even lekker gedoucht. Ons is ook zweet hier, hè? Het is hartstikke zweet. Ja, warm. Warm is het in de studio. En wat jullie wel hebben, is een borrelplank die wij nog missen. Maar goed, daar komt goed. Dat komt helemaal goed. Ja. Mooi dat we zijn. Hopelijk iedereen weer fris en fruitig. We gaan beginnen met deel 2 van deze grote online tv-show voor Berkel en Schot. En Heukelom, laten we dat vooral niet vergeten. Jazeker. En we hebben natuurlijk voor de pauze de eerste appronde gespeeld. Daar was een winnaar, zijn nummer 1 en 2 uitgekomen. Maar we willen eigenlijk wel eens weten hoe dat nou precies verder zit. Dus laten we eens even kijken naar het overzichtje van de eerste appronde. Ja. Als het goed is, komt hij in beeld. Kijk eens, daar is hij aan. Ja, ja, kijk eens aan. Kijk eens. Kijk. Op nummer 3, Esther. Esther op 3. Vincent Pedro, die ken ik ook. Ja, Jeroen, Pedro, man. Ja, op 5, Jeroen. Op 6, Floris. Ja, die ken jij ook, denk ik. Dat is de S vergeten, zie je dat? Ja, Jonker. Jonker. Ja. Annelies de Lander. Zou dat Annelies kunnen zijn? Annelies Vissers. Zou zomaar kunnen. Die heeft nog iets te goed van ons vorige keer. Ja, ja, precies. Ja, die. Ja, maar daar waren we nog iets. We hebben nog iets te goed van Annelies, volgens mij. Ja, overigens, dit is dus de tussenstand. Maar die kan nog hartstikke veranderen, want er komen natuurlijk nog 2 app-rondes. Dus uiteindelijk is degene die de beste uit de bus komt van de 3 app-rondes, die wint een gouden envelop. Die mag een keuze maken. Ja. Voor het vergeten, vorige keer hadden we het ook over Lopke Blom. Die had een valse bingo. En die zei van, nou, dan mag ik koken voor de presentator. En mensen, ik kan u verzekeren, het was heerlijk. We hebben heerlijk gegeten. Hartstikke leuke avond gehad, dus Lopke nog bedankt daarvoor. Super. Daarover gesproken, Esther is jarig vandaag, hè? Ja, die is jarig. Jouw vrouw Stuur me gewoon weg, hè? Stuurt ze gewoon weg. Je wordt gewoon weg. Anders mocht er geen mensen op zich kunnen concentreren, hè? Ja. Op die bingo, hè? En op de show hier. Ja, ik snap het. Ga het maar doen. Wegwezen, jij show doen, ja. En Hans Verschuren, de keeper van White Devils, ook jarig vandaag. Gefeliciteerd. Moest even doorgegeven namens Paul Verschuren. Die zei van, dat gaat gebeuren vanavond. En Danielle van Eyck is jarig. Danielle, gefeliciteerd. Kijk, Franka Hamers is jarig. En op de 11e van 11e, Jos, wie was er jarig? O jee, dat is een goede vraag. Kevin van Antwerpen. Oh, kijk eens aan. Ja, Kevin, de 11e van de 11e. Ja, mooie datum. Daar waren alle huishoudelijke mededelingen tot hier. Want het gaat erom spannen, mensen. Ja. Het gaat nou even gebeuren. Ik hoop dat jullie echt goed geconcentreerd zijn. Want nou heb je alle aandacht nodig. Zorg dat je goed naar het filmpje kijkt en zorg dat je scherp bent. Ja. Met het heerlijk zin met iedereen zit je te kijken. Gerard, geef maar even wat uitleg over de meloenenjacht. Ja. Meloenenjacht. Wat zou jij doen met 5 meloen? Bij het volgende spel draait alles om stalen zenuwen, een scherpe blik, lef en inzicht. Zorg dat je alert bent, want 1 fout en je kansen zijn verkeken. Zodra het spel begint, vallen er verschillende voorwerpen naar beneden door het beeld. Fruit, koffers en meloenen. Aan jou de taak om precies te tellen hoeveel meloenen er naar beneden komen gevallen. Denk jij het te weten? Schrijf het aantal op de koffer op je spelkaart. App een duidelijke foto van je spelkaart met de tekst Meloenenjacht en het juiste antwoord naar het spelnummer. Ga jij er met de hoofdprijs vandoor? Ja, de meloenenjacht. Ik zou zeggen, heren, voor je eigen veiligheid, pak je helm. Ja. Ja. Zet hem op. Ja. Want zometeen gaan de meloenen hier vallen. Ben scherp allemaal, tel alleen de meloenen. Ja. En ik zou zeggen, laat de meloenen... Maar vallen. Maar vallen. Kom zo. Ja. Ja, moet je wel met je ontwijk schieten. Ja, dat is gevaar. Oh man, dat is niet normaal. Ik heb er een hoofd gehad. Hier staat beter. Nee, voor niet. Dan blijkt die helemaal met pek. Ja, ik heb wel heel veel meloenen. Ik kan er tegen. Ja, ik kom er weer heen. Zijn er wel heel veel, of niet? Ja, ik heb een goed show, denk ik. Dat is normaal. Blijf ik komen. Ik kun je een beetje naar gooien, die zijn niet waar. Ja. Zit me daar. Blijf je geen kooksnoot. Ja, dat is wel. Oké, man.
Goedendag, zeg. Mag de helm weer af? De helm mag weer af. Ja. Hoppakee. Jongen. Nou, zo. Dat waren de meloenen. Hey, Jos. Jos, zit de banaan in je oor. Oh, sorry. Dat waren de meloenen. Ja, als het goed is, hebben jullie het allemaal geteld. En krijg je nou ook even de ruimte om die in de app te zetten en naar ons toe te sturen. En dan komen we zo meteen na de tweede appronde terug met de uitslag van de eerste meloenenjacht. Dus maar dan gaan we eerst weer door naar de tweede ronde op de app. Dus pak je telefoon erbij. Ja. Heel veel succes en veel plezier. Kijk. Zet hem op.
Zo, dat was weer een moeilijke ronde, jongens. Die appronde. Zo. Ik weet niet hoe het bij jullie thuis verging, maar we hebben hier lopen zweten bij het leven. En even een mededeling van huishoudelijke aard, want we krijgen hartstikke veel antwoorden binnen op het bingo-nummer van de miljoenenjacht. Meloenenjacht, sorry. Op het bingo-nummer, stuur dat naar het spelnummer. En het spelnummer eindigt op 55. Dus alle spellen mogen naar het nummer geappt worden, wat eindigt op 55. En als je nou thuis gezellig met z'n allen bezig bent, die denkt, we hebben foto's, zet ze in de app. Zet ze in de app, want we gaan zo meteen weer een kijkje nemen. Ja. En ondertussen, Tom, jongen, onze app-koning. Ja, zeker, ja. Hoe is het gelopen? Nou ja, we zijn nog druk aan het wachten op de uitslag van de tweede ronde. Ja. Maar ja, dan ga ik toch jullie ook maar weer gewoon een keer een vraagje stellen uit die ronde. Hè? Want het was een spannende ronde volgens mij. Dus ja, ik heb een mooie vraag voor jullie. Oh. Hoe heet het harde uiteinde van de schoenveter? Je weet wel, dat dingetje wat op dat plasticje wat op het uiteinde zit. Dat is toch gewoon een plasticje? Nee, het geen plasticje. Ja. Nee, geen plasticje. Ja. Nou, mij is het altijd een rafel. Maar ja, precies. Ja. Dat knauw ik er altijd af. Zonder de ring krijg je niet in het gaatje. Nee, maar dan valt het ook af, toch? Of niet? Hey. Ja. Maar mag ik Joep van den Berg of Geert, mag je even bellen? Nee. Oh ja. Die weten dat niet. Die moeten dat weten. Die moeten dat weten, ik zie hier de keuze uit 4. Ja, je hebt de keuze uit 4 inderdaad. We hebben de retel, de nestel, de vistel, de kattel, de kattel en de vistel. En de veiler. De veiler, een veiler. Retel. Veiler klinkt meer als iets in een oorlog. Een veiler. Ah, de veiler. Ja, ja, een kattel. Maar wat denk jij, Jos? Ja, ik weet het echt niet, maar ik vind retel vind ik dan wel leuk klinken. Retel. Er zit een retel aan mijn veter. Een retelveter. Ja, dat zou ik op de veter hangen. Ik zou zeggen een katel of een katel, of weet het? Ja, een katel of een katel. Ja, katel. Ik ga toch voor die Duitser, hoor. Veilig. Want veilig. Dat is de enige op EL. Ja. De rest is allemaal op EL. Ja. Dat is volgens mij niet. Tom, jongen, verlos ons. Verlos ons. Het is een nestel. Nestel. Een nestel. Ben ik toch benieuwd nestel. Hoeveel mensen dat goed hadden. Ja, nesteldrang, hè? Denk ik, hè? Ah, ja. Goed, nou, dan hebben we nog een vraag. Ja. Ja. Wanneer werden de voetballers van Willem II voor het laatst kampioen van Nederland? Ja, die weet ik. In de Eredivisie hebben we het dan over, hè? Niet in de... Betaald voetbal. Maar de voetballers van Willem II. Ja. Oh, oké, de voetballers. Betaald de voetballers. Ja. Ja. Nou, dit jaar niet vrees ik. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik heb een paar antwoordjes voor jullie ook. Hè. Ik heb multiple choice. Het gewoon, hè. We kunnen kiezen uit 1945. Werd Nederland bevrijd. Dus misschien... Ja, wie weet. 1955 kunnen we uitkiezen. 1965 en 1985. Maar 1985 was je al geboren, Vincent. Dus ja, het was kunnen maken. Maar in 45 hadden we toch net die EK-finale tegen Duitsland gewonnen. Hadden we net die EK-finale tegen Duitsland. Ja, mensen, ik kan nu lullen, maar deze weet ik. Ja, ik ook. Ja, 1955. Ja. Ja. Ja, dat is ook gewoon dat goed is. Dat is goed, ja. Dat is dan wel mooi, want dat is dan het geboortejaar van onze pa. Dus dan weet ik dat ze al 65 jaar geen kampioen zijn. Ja, we gaan door, mensen. We hebben ondertussen ook de winnaars, de twee prijzen uit... Ja, uit de tweede ronde hebben we ook ondertussen binnen, dus daar kunnen we iets over... Kijk. Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat heb ik maar eens een goede vraag. Wie is 2? Ja, nou, ik heb een tweede prijs, die is voor een man. En ik denk dat het Luc Robbe is, want het staat LR, dus dan gokken we daar maar gewoon op. Maar dat kan ook iemand anders zijn. Ja, zou zomaar kunnen. Of Luc Robbe. Ja, ik maak hem wel van. Ja, die heeft een mooie vuurkorf van Stoke gewonnen, die net op de grond... Heel, hij is toch heel. Hij is toch heel. Ja, maar hij doet... En er is een blok hout bij, hè? Net een blok hout. Kunnen ze wel aansteken. Kunnen ze wel aansteken. Ja, maar hey, fantastisch. Ja, mooi. Jongen, lekker. Ik mag een bal, hè? Ik mag een bal. Ja, ik heb ook de bal. Maar wel fijn voor Luc. Ja. In zijn nieuwe huisje. Ja, mooie tuin. Kijk, heerlijk. Hey, wie was nummer 2, Tom? Dit was de tweede prijs. Hè? We gaan nu pas door naar de eerste prijs. Nou, dat is een dame, dat is uiteraard een dame. Ja, dat is inderdaad een dame. Ja, Linne, 56 jaar. En die heeft een mooi kledingpakket gewonnen. Ook van de winkels in Berkel. Nou, geweldig. Feliciteerd, Linne. Dus lekker gaan shoppen. Ja, hey, Tom, weer een balletje erbij voor mij, jongen. Tom, het is niet anders. Super dames. Tom, misschien nog even goed om te noemen waar ze allemaal kan shoppen. Laten we vooral onze fantastische sponsoren niet vergeten. Fellow, Bailiff, Box, Quali, hoe spreek je het uit?
Quelli. Ja, weet je altijd. Ja. En Cento. Nou, kijk. Super gedaan. Eigenlijk bij heel het winkelcentrum. Dat is gewoon niet normaal. Behalve. Maar die Humbo bijvoorbeeld. Hey, en we hebben ondertussen, dat is wel weer fantastisch, heel veel foto's binnengekregen. Dus ik zeg, laten we even gaan kijken wat er thuis allemaal in mijn kijkers aan. Kijk. Hey, Erik de Ridder. Ik heb Marleen toevallig aan de lijn gehad. Dat is echt. Dat is de ex-wethouder. Dat is de ex-wethouder. De watergraaf. Ik belde naar het bedrijf waar Marleen werkte en kreeg haar aan de lijn. En ze lag helemaal in de scheur, dat was op vrijdagmiddag, en ze kwam er ook niet meer uit. Oh. Dus toen vervolgens zei ze, ik verbind je door naar degene die moest hebben, kwam ik weer terug bij haar. Ze lag helemaal in de scheur, ze kwam er niet meer uit. Dus Marleen was een leuke ervaring. Hé, kijk eens wie we daar hebben! Kijk eens wie we daar hebben! Het land, dat is wel heel toevallig. Het zit allemaal wel stil voor een live foto. Kijk, en de bingo-kaarten erbij. Bij mij van top valt, die selfie stick zo weg. Kijk, de familie van Opstal. Ja. Hallo. Okay. Ja, mooi. De thuiskamer. Is maar, dat zie ik niet. Nee, die ken ik niet. Die ken ik niet. Hier Sinterklaas is er, Zwarte Piet. Vlugeltjes erbij. Hartstikke gezellig. Kijk, goed uit, jongens. Kijk eens wat een feest. Wauw, ja. Ja, en iedereen zit dat lekker leuk, aan het hele dag. Kijk eens, helemaal leuk. Op een foto van een scherm. Ja. Wat gezellig, alsof ze aan Teams zijn of aan het zoomen. Ja. Kijk, hallo en zwaaien. En ook allemaal hapjes op tafel. En die zijn zeer verbaasd, is hè? Dat ze zomaar op tv komt nu, hè? Zeer verbaasd. Live op tv. Kijk eens. Hey, en de jeugd doet ook mee, hè? Dat is toch wel mooi, jongens. Jazeker. Ja, prachtig. Gezelligheid alom. Ja. Kijk, zijn we weer bij Erik en Marleen de Ridder. Hartstikke leuk. Zijn gezellig mensen thuis. We gaan natuurlijk naar de uitslag van die enorme, bijna niet te doene meloenenjacht. Ja. De meloenenjacht. Hoe zit het daarmee? Zijn er veel antwoorden binnengekomen? Komt eerst de bellen, hè? Ah. Gaan we al iemand bellen? Ja. Kijk, ik hoor. Hij gaat over. Ella Vermeer. Goeiedag, met wie spreken we? Met Ella Vermeer. Hey Ella, goeiedag. Hallo. Hij kijkt weer een dame. Jawel. Hallo Ella. Hallo. Weer een dame. Hallo. Hallo. Hoe is het ermee? Ja, heel goed. Heel goed. Ja? Is het gezellig thuis? Ja. Jazeker. Met wie ben je allemaal? Met mijn man en vrienden van ons. Nou, gezellig zeg. Echt lekkere avondje spelletjes doen. Super. Ja. Nou Ella, je hebt meloenen geteld als het goed is. Ja, dat heb ik gedaan, ja. Ja, en hoeveel heb jij er geteld? 74. Kun je het nog één keer herhalen? 74. Oei. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee. Oh, dat vind ik echt. Nee, Ellen. Ellen toch. Zit je bij heel de familie? Hoe komt dat nou? Maar hoe komt dat, Ellen? Ik weet het niet. Ja, misschien te veel wijn op. Dat zou kunnen, hè? Oh, dat is een goede reden. Nee, dat is een goede. Ellen, we hebben een troostprijs voor jou. Ja. Precies, wat ik net zei. Kijk, we hebben hier rode enveloppen. Het zijn er 5 in totaal. Ja. Ik zal ze neerleggen. Als jij stop zegt, gaan we die envelop openmaken. Oké? Okay? Ja. Het blijft spannend nou, hè? Ja, ik zie geen rode enveloppen, dus ik weet niet wanneer ik stop moet zetten. Ik denk dat er een lichtelijke vraag is. Oh, dat is oranje. Voor de dames is het oranje. Moeten we zo even vertellen als we ze neerleggen. We doen het opnieuw. Dat is 1. We tellen ze. Zeg jij maar stop. Ik tel tot 5. Zeg jij maar stop. 1. Stop. Dat is snel. Dat is heel snel. Kijk. De rode envelop die geven we aan Jos. Jos, jij mag hem openmaken. En jij mag de prijs bekendmaken, jongen. Ik ga hier de prijs bekendmaken voor Ellen. Even kijken wat we hebben. Oh, Ellen. Dit is echt een fantastische prijs. En wat is het? Ik heb hem altijd al willen hebben. Ik krijg hem regelmatig. Hier, jij hebt gewonnen. Een koekje van eigen deeg. Tadaa! Hey! Ellen! Gefeliciteerd! Ja. Want ze heeft toch de best gedaan hierop, hè? Ja, en een prijs. Serieuze prijs, absoluut. Een koekje van eigen deeg. Nou, Ellen, enorm jammer. Blijf volhouden. Succes met bakken. Ik. En laat weten als ze klaar zijn, want wij laten ons graag verrassen met koekjes van eigen deeg. Jazeker. Doei! Dan gaan we de volgende week toe, hè? Ja. Dit was heel jammer, want die zat mis. Ja, dat was mis, omdat het heel wat anders is. Ja. Gaan we eens kijken wie we nou aan het telefoon krijgen dan. Het gaat om een gouden envelop, toch? Het gaat om een gouden envelop. Ja, maar het moet wel het goede antwoord zijn, anders absoluut. Krijgen we de rode. Hebben we een beller? Ik hoor iets tikken en iets overgaan. Spannend, hè? Altijd. Spannend. Altijd een spannend moment is. Ja. Hij gaat over.
Oh, ja. Hallo. 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 Met Carlijn Bertens. Carlijn. Hallo. Hey, Carlijn. Hey, Carlijn. Carlijn. Hoe is het met jou? Hallo. Ja, hallo. Ja? Mooi. Wij zitten hier gezellig mee te doen. Dus, ik hoop dat ik goed geteld heb. Ja, dat is zeker. Ja, dat hopen wij ook van jou. Ja, dat hopen wij ook. Ja. We weten, we hebben met jouw zus een appeltje te schillen naar vorig jaar. Maar daar kun je ook niks aan doen. Ja, dat gaat mij niet gebeuren. Nee. Of je moet een fout antwoord geven, Carlijn. Nou, Wouter, stel jij de vraag naar vragen? Ja, ik stel de vraag naar vragen. Carlijn, hoeveel miljoenen? Ja, miljoenen. Weinig nul, denk ik. Maar hoeveel miljoenen heb jij zien vallen? Nou, ik begon met turven, dus mij was het niet zo goed gelukt, maar... wij kwamen uit met z'n allen op 64. Op 64. Vincent, doe jij eens even natellen, doen we de filmpje nog een keer. Ja, precies. Notaris. Ja. Geef ons het verlossende antwoord. Ja, Carlijn. Het is goed! Hey! 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 We hebben weer een winnaar! Ja, zeker. Carlijn, dus voor jou een gouden envelop. Jij mag kiezen van nummer 1, 2, 3, 5. 6 of 7? Oh ja, ik wilde dus eigenlijk 4, maar... Nee, die is niet meer, hè? Helaas. Je kunt niet alles willen, hè? Misschien kun je ruilen. Ja. Nee, ik ga voor 3. Voor 3? Je gaat voor 3. Spannend, ik vind het altijd spannend. We kunnen 3 keer 4 geven, maar... Envelop nummer 3. Ik geef hem aan Jos. Ja. Plechtig moment. Nou, dan gaan we eens kijken wat erin zit. Carlijn. Kijk, Jos weet het nou, hè? Jos weet het. Ja. Houd hem zelf, Jos. Nou ja, die houd ik wel zelf. Ik denk dat we hier wel echt een super vette prijs hebben. Carlijn, zit jij goed? Ja. Ja? Ben je er klaar? Hou Ruud vast. Ik ben er klaar voor. Of zet hem op schoot. Of Carlijn, zet hem niet op schoot, Ruud. Zet hem achterop op jouw nieuwe scooter! Hey! Super! Wow. Carlijn! Echt heel Berkel en Schat een Heukel om een jaloers op jou. Ja. Want iedereen heeft een scooter. Ja. Een scooter van Scootergoods op de bosweg. Zo. Gaaf, zo, is dat? Ik krijg er heel warm van. Krijg er heel warm. Ja, hop, naar buiten dan en rij je met dat ding. Ja. Nou, echt. Had je dit überhaupt verwacht toen je vandaag het opstond? Nee, absoluut. Had je gehoopt, durven hopen? Oeh, geweldig. De appjes stromen al binnen. Dankjewel, jongens. Nou, super. Gaan we door. En je moet hem bij Scootergoeds. Maar er wordt allemaal geregeld buiten de show om zelf af te gaan halen. Want er zit natuurlijk ook, je hebt dingen met verzekering en noem maar op. Maar in ieder geval, Scootergoeds, die wens jou heel veel veilige, fijne kilometers op jouw gewonnen scooter. Gefeliciteerd, Carlijn. Gefeliciteerd. Geniet ervan. Tot ziens. Doei. Doei. Hallo. En jawel, jongens. Hey, en weer, hè? Ja, wacht even. We hadden net een rode envelop. Ja, Nee. Dan kunnen we dat compenseren, precies. Ja, dan kan je gewoon blijven. Ja, hoppakee. Nou, maar het allerbeste nieuws is... Carlijn heeft nou die scooter gewonnen. Maar hier zitten nog meer hele mooie, prachtige prijzen in. We zijn er nog lang niet. Rond de 500 euro, mensen. Dus we zijn er nog lang niet. En dat betekent, ik wil jullie vragen om de helm erop te zetten, mensen thuis. Ben weer scherp. Want ronde 2 van de meloenenjacht. Naar het goede nummer app, hè? Ja, en app ze inderdaad naar het goede nummer. App je antwoord naar het spelnummer. Dus dat nummer wordt eindigt op 55. App naar het spelnummer. En foto's van thuis mogen ook nog steeds doorkomen. Ja. En wij zetten onze helm op. We zetten ons schrap. Voor de nieuwe ronde van Meloenenjacht. Succes! Hoppakee. Komt u dan. Meloenen. Komen ze weer. Bijna. 3, 2, 1. Oh ja, ik heb meteen. Oh, man, dit is eerlijk. Ik kan er nog best. Ja, dat is ook wel mooi. Ja. Nee. Ik zal het voor je plekje. Oh, ja.
Nou mensen, gelukkig. Goeiedag. Te waren de meloenen. Ja. U mag het aantal appen naar het spelnummer. Dus wat eindigt op 55 mensen naar dat spelnummer. Nou, want even een hele zit. Ja. Nou, ik zweet ervan. Nou, niet te geloven. Dan moet je eigenlijk op een paard gaan zitten. Ben je nou. Hey, overigens Sinterklaas, mensen, daarover het paard gesproken. De Sinterklaas die is natuurlijk net aangekomen. En nou vertelde Tom net een heleboel over Sinterklaas in België. Ja. Sinterklaas in België, ja. Ja. Dat, is, niet, dat is gewoon niet normaal. Weet je wat ze in België dus hebben gedaan met Sinterklaas? Nee. Hè? Nee. Die hebben ze dus 17 dagen op een stoomboot rond laten varen voor de Belgische kust. Dan hoeft hij namelijk niet in quarantaine. Wat heeft hij dan al gedaan? Super slim. Oh, maar dat is toch echt... Maar iedereen doet altijd net of die Belgen dom zijn, hè? Maar dat is eigenlijk gewoon heel slim. Heel slim. Het paard van Sinterklaas, want hoe heet het paard van Sinterklaas? Ik zei dus Americo. Zo snel. En in België heet hij? Slecht weer vandaag. Hij mag niet over grens nu, hè? Nee. Over de paard gesproken, ik ken de guilty pleasure van Jos. Guilty pleasure. Ik ben heel even naar het toilet. Jos kan mensen, let even goed op, Jos kan als geen ander een paard nadoen. Nou Jos, zet hem op. Wil je zou het wel doen? Dat hebben we ooit twee keer gedaan. Ja, dat klopt. Daar zou ik nooit meer over hebben, Vincent. Maar ja, goed. Kom op, Jos. Als de regie even mijn geluid weg wil draaien. Dan, nou. Komt Jos met een paard. Even een slokje water. Ja. Dit gaat helemaal nergens over. Moet ik hem inleiden, maar André van Duin? Dat is goed. Dat komt hij, hè? Ja. Wie is daar? Het spreken. Hij staat op paard. Maar hij staat op cd, hè? Ja, ja hij staat op hij cd. Staat op cd. Ja, we hebben ooit het nummer opgenomen, jazeker. Ja. Hey, we hebben de winnaar volgens mij, of in ieder geval inzending. Ik weet niet of het de winnaar is, maar we hebben inzendingen in de meloenenjacht. Meloenenjacht nummer 2. Dus ik denk, we zijn aan het bellen. Met Jeske. Jeske Bertens, Alweer een Bertens. Jeske Bertens. Alweer een Bertens. Berkel zit vol met Bertens, dat is wel een probleem. Nou Jeske, welkom in de grote online tv-show live hier in de uitzending. Super. Moet het jou een spannend moment zijn? Ja, super spannend. Ik heb ook twee kinderen die zitten te starten op de bank. Niet normaal. Echt waar? Aha, wel lekker. Ja. Nou, dan zullen we het even in spanning houden. Nee, je slaapt is goed. Jeske, hoeveel meloenen heb jij geteld? Ik heb er 87 geteld. 87. Ik kijk naar de notaris. De notaris. Gaat kijken. De notaris gaat kijken. Hey, Jeske. Ja. Het is ongelooflijk maar waar. Ook jij hebt het goed. Hoppakee. Super gedaan. Super. Jeske, dat betekent dat jij een greep mag doen in de gouden enveloppen. In de gouden enveloppen. We hebben nummer 1. Ja, nummer 4 was er al wel uit. Ja, 4 is eruit en 3 is eruit. Dus we hebben nog 1, 2, 5, 6 en 7. Even kijken. Jongens, wat moest ik doen? Zijn jullie 2. Ze roepen hier allemaal 2. 2. Dan gaan we naar 2 toe. Ja. Eens kijken hoe het bij 2 zit. Ik geef het aan Jos, want die heeft echt de magic fingers om die enveloppen te openen. Ja, ja mijn Jos meestal ook, maar ja, die mag nou niet kiezen, hè? Stuur maar de foto door dan op de app. Oh, maar daar zal jouw Jos heel blij mee zijn. Dat weet ik zeker. Dat is een mooie prijs. Oeh, daar is jouw Jos heel blij mee. Want voor deze prijs zet ik met een Bob de Bouwerneus op. Hey. Oei. Heb meegenomen. Want, Jeske, jij wint... Een luxe gereedschapsset, inclusief accuboor van bouwbedrijf Van de Wiel en bouw- en timmerbedrijf Rob Verschuren. Hieronder zie je al wat staan. Ik weet niet of het kunt, ja, je kunt het zien. Ja. Daaronder zie je al wat staan. Daaronder staat het. Ja. Zie je? Ja. Nou, kijk eens. Dan wat Bob de Bouwer, mensen. Het komt goed uit met de zussen, op dit moment. Ja. Hey Jeske, wat vind je ervan? Ja, super bedankt. Keileuk. En kwaliteit. Ja, graag gedaan. Ja. En kwaliteitje, super mooie spullen. Dus ik zeg... Heel veel succes met klussen. Ja. Geniet er lekker van. En een fijne avond nog. Fijne avond. Doei. Doei. Zo. Hey, mijn mannen, jullie zien het wel, hè? Die dames, hè? Ik weet al waar ik op wette. Weer een balletje erbij. Weer een balletje erbij. Heren, kom op, hè? Want ik heb pas 3 balletjes, denk ik. Nee, maar ik weet hoe dat gaat.
Die heren die zijn zo galant. Die laten die dames gewoon bellen. Dat kan niet anders. Ja, ja. Over ballen gesproken. Ik denk dat het de hoogste tijd wordt om eens verder te gaan met de bingo, Jos. Ja, dat lijkt me een goed idee. En dan misschien is het goed, want ondertussen, beste mensen, let ook goed op je scherm of er letters in beeld vallen. Want we gaan ook met het tweede 9-letterspel beginnen. Dus let goed op, blijf erbij. En Jos, misschien is het goed om heel even kort nog de ballen te benoemen. Want we kregen in de pauze door dat mensen alleen voor de eerste rij geteld hadden. Maar de ballen die gevallen zijn, gelden nu voor de hele kaart. En we gaan door voor de volle kaart. Ja. Kort? Kort. 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 Noem ze op. Ja. Mand. Goed, daar gaat hij. We hebben al getrokken nummer 1, nummer 2, nummer 6. Oh, en we hebben het overzicht in beeld. Nummer 7, 14, 22, 25, 34, 39, 40, 53, 54. 56, 70, 82 en 83. Dus wat er in beeld staat, dat klopt ook helemaal. Helemaal goed. Ja. Met applaus. Ja, fantastisch. En misschien is het goed, want als dus de ballen vallen, wat ook nog steeds geldt, zijn die bonusballen, mensen. Ja, hou die de ook in de gaten. Nummers van de bonusballen, hou die mee in de gaten. Ja, zeer belangrijk, hè? En nu is het belangrijk dat je naar het bingo-nummer hebt. Ja, bij de bonusballen. Alleen bij de bonusballen en bij de bingo. En bij de volle bingo-kaart. Dus volle bingo-kaart. Ja. Maar de bonusballen, zeer zeker. Hè? Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Yes. Maar succes. Daar gaan we weer. Nummertje 55. Nummer 9. Nummer 33. 33. Oh. Nummer 4. Ja, mensen, let goed op thuis, mensen. Nummer 47. Kijk even naar de jury, want nummer 33 was ja, gevallen. Ja, dat is natuurlijk... het zou jammer zijn als we dadelijk... Kunnen we de getallen nog een keer opnoemen? Nummer... Het laatste getal. Ze liggen hier op volgorde. Volgens mij was dat 47. Dat was volgens mij het laatste. Kan dat kloppen? Ja, dat klopt. Ja, 47. Hartstikke goed. Je kan gewoon even doorgaan. We hebben nog geen bingo. We hebben nog niemand die... We hebben een bonusbal. We hebben een bonusbal. Ja, ik dacht al 33 viel. Dat moet ook zat erop te wachten, ja. Ja. En hebben we iemand binnen, Wouter? Voor de bonusballen. Want met de bonusballen, mensen, vergis je niet, kun je hartstikke mooie prijzen winnen. Ja. Nou, we hebben even vertraging op de lijn of zo. Ja, maar goed. Gebeuren. Neemt niet weg. Dat we die bal onthouden. Ja, die onthouden en we noemen zo dra. Niet meer vastloopt. Hartstikke goed plan. De winnaar van de prijs. Kunnen we zo meteen terug op de bonusbal nummer 33. Ja. Dus ik zou zeggen, Jos, draai lekker door voor de volle kaart. Ja, ik ga gewoon even lekker door. Dan heb ik nummertje 84. 84. Vijfentachtig. Nummer dertig. Ja, het moet er nu toch echt om gaan spannen. Ja, dan moet daar ook toch een volle kaart komen. Volle kaarten en bonusballen. Nummer 90. Nummer 42.
Nummer 35. 35. Spanning. Ja, het is echt spanning. Ja, er staan strakke gezichten daar. Ja. Nummer 37. Ja. 37. Ik heb al bijna een volle rij. Ja, die hebben we gehad, hè. Nummer 3. Nummertje 3. Nummer 3. Heel even een kleine pauze, Jos. Dan kan iedereen even goed meekijken. Ja, helemaal goed. En dan goed. Kunnen we ook even kijken naar de kleine storing op jouw systeem, volgens mij. Want kijk, het leuke is hier achter de regie, achter een deur daar, zitten alle mensen van de regie. Je weet precies hoe dat werkt. Ja. En ondertussen staat Wouter hier peentjes te zweten. Ja, inderdaad. Ja. Hij staat vast. Ja, helaas. Maar we krijgen ook, hop, zonderland. Ik had de eerste te pakken. Ja. Ja. Anders eventjes misschien nog de nummertjes herhalen. Dan gaan we even kijken naar de technische, storing. Ja, lijkt me goed. Dan herhaal ik ondertussen nog even de nummers die al gedraaid zijn. Van, laten we zeggen, van 1 naar, 90. En weer terug. En weer terug. In het Russisch. Wij beginnen met nummer 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 22, 25, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 47, 53, 54, 55, 56, 70, 73, 82, 83, 84, 85 en het reservegetal is 90. 85 ook? Ja, 85 is ook al geweest. Kijk, helemaal dus. Goed. En ondertussen wordt hier hard geknutseld. Ja, ja. Aan de laptop om die helemaal draaiend te krijgen. Het goede nieuws is, er zijn geen inzendingen weg. Er is helemaal niks, dus dat is fijn. Ja. We moeten alleen zo meteen even kijken naar de winnaars, ja. Hoe we dat gaan doen. Ja, van die bonusgetallen. Van die bonusgetallen, want vergis je niet, het is natuurlijk ook allemaal live, dus dingen kunnen gebeuren. Ja. En soms zit het heel erg mee en vanavond ging het helemaal mee en soms zit het even tegen. Dat is nu. Dat neemt niet weg dat we gewoon nog een aantal spellen te gaan hebben zo meteen. We gaan nog een keer meloenenjacht doen. Jazeker. En daarnaast hebben we nog de hele showbiz quiz. Ja. Die ziet u ook op de kaart staan. Daar gaan we nu nog niet mee aan de slag. Want we kijken heel even hoe ver we komen met de bingo. Bij die showbiz quiz, mensen, kan ik wel vast een kleine hint geven. Zorg ervoor dat u dadelijk elke keer de eerste letter van de artiest hebt in de showbiz quiz. Die komt hierna, dus nog niet, niet meteen nu, maar later. En Jos, hoe zit het eigenlijk bij jou met de bingo? Heb jij altijd geluk met bingo, of niet? Nou ja, ik heb niet altijd geluk met de bingo, nee. Want ik weet, jij hebt jouw werk nog wel eens bingo'd. Ja, dat klopt. Ja. Bij ons op het werk wordt ook regelmatig gebingo'd. Ja. En helaas heb ik zelf daarin niet altijd geluk. Nee. Ik zie wel regelmatig prijzen voorbij komen, maar die zijn dan voor anderen. Oh, jij bent de bingo-man. Ook daar de ballenkoning. Nou ja, niet helemaal, maar dat was wel de bedoeling. Oké, ja. Kijk. Is toen niet doorgegaan. Nee. Misschien ondertussen leuk om te melden dat waar wij nu staan, die studio, die hele club die dit toen bedacht heeft, toen die corona begon, die zijn toen begonnen met die bingo. Nou, dat sloeg zo aan in alle dorpen dat ze gezegd hebben, we bouwen gewoon een vaste studio. Dus we zijn nu afgereisd naar een geheime locatie in Brabant. Niet verder vertellen. We staan hier in die studio. Daar staan die camera's om ons heen. Verder is er niemand, behalve wij, op corona-afstand. En achter een ander scherm zitten allerlei mensen nu druk te doen, half in paniek. Die regelen de hele techniek, die doen alle dingen voor ons. Dus het enige wat wij hoeven te doen, is alleen maar te praten. Ja. Ja. Dat is het. En daar zijn we gelukkig goed in, Vincent. Ja. Ik bedoel, Soms moet je ook even een gaatje vol praten. Ja. Dus dan doen we dat. Ondertussen wordt er nog druk overlegd. Ik zit te kijken of we nog meer mensen hebben die jarig waren, of die iets te vieren hebben toevallig vandaag. Buiten Sinterklaas natuurlijk, die binnenkort weer terugkomt. Ondertussen kan ik wel melden dat de horeca heel erg blij is met alle bestellingen die u doet voor de hapjes, de plankjes, etc. Doe dat niet alleen vandaag, mensen, maar ook gewoon
zondag of van de week gewoon lekker afhalen. We kunnen er niet op uit, dus laat al die lekkere gerechten bij u thuis komen. Ja. Daar zijn ze hartstikke goed in. Ja, qua sponsoren kan ik ook melden. We hebben ruim, en dan kijk ik even naar jou, Jos. Hoeveel prijzen hadden wij? 23, 24, 25? We hebben over 27. 27 prijzen. Dat betekent dat ook de bedrijven in Berkel en Schot weer gewoon enorm hun best gedaan hebben en meegedaan hebben om, om te sponsoren, om te zorgen dat we hier weer prachtige dingen hebben staan. Ja. Ik kijk ondertussen naar Wouter. Ja, we zijn weer een beetje online. Dus ik kan nu zo meteen ga ik de twee winnaars heb ik nu. Ja. Ja. Ga ik zo meteen bekendmaken. Nou, hartstikke kijk, goed. Kijk, dat is mooi. En ook de vraag van als u dus een foto stuurt van een bonusbal of van een bingokaart, zet er ook uw voor- en uw achternaam bij. Dat is wel zo handig ook voor ons. Dus die vraag kreeg ik nog even. Ik kijk naar Wouter. Kunnen wij iets bekendmaken, Wouter? Ik krijg nu de naam door. Kijk, kijk, komt hij aan. Ik heb, kijk. Marlies heeft de eerste prijs gewonnen. Die heeft bal nummer 33. Ja, dat is ook een prachtige prijs. Prachtige prijs, ja. De eerste prijs. Ja, wij gaan eens even opzoeken, die prijs. Ja. Want daar is niet zomaar niks, hè. Ja, die hebben wij de borrelplank. Ja, de borrelplank. De borrelplank voor twee personen. Oh. Voor Marlies. Ja. De borrelplank. En die komt van? Van Lof. Van Lots. Van Lots. Lots of Voet. Lots of Voet. Van Miranda Klomp. Lof. Heerlijk. Ja, Voet, ja. Ja, dat is een aanrader. Dus, hebben we later. Marlies, die heb jij gewonnen. Dat is ook wel een applausje waard, denk ik. Ja, zeker. Ja. Zeker. Goed. Dat was die bonusbal. En we hadden nog... bonusbal. En hadden we nog bonusgetal... 84. Is ook gevallen, inderdaad. Is ook gevallen. En hebben we daar ook een naam bij, toevallig. En er mag een roze bal bij, volgens mij. Ja, dat mag, hè. Zou ik die dan een keertje doen, die roze ballen? Ja, ja, of misschien dan, een keer een bal erin gedaan, hè? Vooruit dan. Moet die dan in deze? Oh. Kijk, maar we hebben ook de andere prijs. Harm van der Pas. Harm van der Pas. Gefeliciteerd, Harm. Harm. En wat weet Harm? Nou, Harm heeft ook een mooie prijs. Ook een mooie prijs, moet ik zeggen. Een waterbon van de Kloostertuinen van €50. Oh, kijk. Nou, Harm, ik zeg gefeliciteerd, Harm, jongen. Gefeliciteerd, hè? Oh, we hebben al geklapt. Ja. Ja. Ja, 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 maar oké. Ja, kan ook iets doen. Hey, maar we hebben dus geen, die prijzen zijn er nu weg. Ja. En hadden wij een bingo al binnen? Nee. Volle kaart. Volle kaart heb ik nog niet gehad. Nee, hè? Dat betekent dat we gewoon weer balletjes gaan draaien, toch? Dan ga ik nog eventjes mijn ratje draaien. Komt-ie. Komt-ie, ja. En we gaan verder met bal nummer 19. Ja, bal nummer 11. Mooi getal, hè? 11. Heel mooi getal, nummer 11. Ja. En bal 18. 18. En ondertussen is de spanning om te snijden. Jazeker. Ofwel een bingo, ofwel een bonusgetal. Het kan zomaar vallen. En we gaan naar bal 52. Bal 81. De 44. En mocht u nu bingo hebben, dames en heren, dan zet de foto van de kaart en zet er uw voor- en uw achternaam bij. Ja. Voor- en achternaam naar het nummer van de bingo. Ja, en het volgende getal wat ik ga opnoemen is 68. 68. Dan krijgen we 71, nummer 71. Nummer 15, de 15. En bal nummer 28, 28.
Gevolgd door 66. 66. Ik zie het ook gewoon thuis voor me. Iedereen zit nou te pitten op dat ene nummertje. Doe de ene nummer nu! Jas! Doe het! Kom Jas! Je kunt het! Nou, dan heb ik hier 43. 43. Nou, dan mag nou toch onder andere wel een keer ook met een bingo uitkomen. Ja, of een bonusballetje, hè? Of een bonusbal, absoluut. Of een bonusbal, ja. 36. 36. Hebt u bingo, foto van de kaart, voor- en achternaam erbij. En de volgende is nummer 60. 60. Ben je al bingo, Tom? Ja, het gaat de goede kant uit, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat jij net zowel kans hebt als bingo als ik. Ja, hier, denk ik ook, ja. 59. De volgende is 59. 59. Ik heb daarom een kaartje vol. Let u ook op vallende letters in beeld, mensen. Ja, ja. Oh ja, nee, letterwoorden spelen ook nog steeds. Ja. Die gaat gewoon door. En ik heb hier voor u nummer 75. 75. 75. En gevolgd door 77. 77. 77. En ik zie hier verschijnen drie... Sorry? Nog geen volle kaart, jongens? Nee, nou, dat moeten we jou vragen. Nee. Nog geen volle kaart. Ja, nog niet. Ah, jammer. Maar goed, misschien met 63 dat er iemand wel een volle kaart heeft. 63. We hebben ook nog gewoon drie bonusballetjes, hè, jongens? Ja, ik hoop het wel. 57. 57. We zijn over de helft, dus het kan nooit lang meer duren. Spannend, hè? Ja. Het is zo spannend als Wouter naar voren buigt. Ja. Nee, dat niks, jongens. 48. Het is dan niks. 48. Ik heb hier bal 48. 48. Ik heb liever 41. Moet jij 41 nog? 8 of 12. Ja. Ik heb wel 50. Nee, je hebt niks aan. Nee, 50. Helemaal niks. 50. Nou, dan gaan we eens even zorgen. Zit iemand thuis? Nou, doe alsjeblieft dit nummer. Kan niet anders. Ja. Nummer 80. Nummer Jos, 80. Heb je helemaal niks aan? Ja, ik doe helaas niet aan verzoeknummertjes. dat vind ik jammer. Nou, wie weet 21. Ja, als het dan nummer 12 was geweest. Ja, net andersom moet hij. Nou, het is 21. Je zou zeggen dat er ondertussen ergens een volle kaart zou moeten zou zijn. Dat zou je wel denken. En dan misschien nu met 24. 24. Misschien heb jij nog een hint voor het negen letterwoord. Een hint voor het negen letterwoord? Nou, dan kan ik wel eens eventjes gaan kijken of we die nog hebben, ja. Ja, dat is een goeie. Ik heb al een mooie hint. En? Na de clown, na de clowns en de botsauto's. Na de clowns en de botsauto's. Ja. Hint voor het negen letterwoord. Na de clowns en de botsauto's. Na de clowns en de botsauto's. Kijk, we gaan door naar Jos, want het is gewoon ongelooflijk spannend, Jos. Ja, ik ben eigenlijk helemaal bezig met die hint, want ik kom er zo niet uit. Maar ik ga door met nummer 88. 88. Ook al niks aan. Clowns. 11. En Jos, we krijgen berichten door op de app. We hijgden toch. We hijgden toch? Ja. Oh. Maar ik weet niet. Ik heb hier bal nummer 26. Dat is dat Pert, denk ik nog. Staat hij nog steeds in de gang, hè, dat Pert? Ja, precies. 38. Bal nummer 38. Ik wou iets zeggen, maar dat doe ik niet. Nee, dat hoeft ook niet. Dat is nergens voor nodig. We gaan voor de volle kaart, mensen. De volle bingo kaart. Bal. Naam en voornaam erbij. Oeps, sorry, ja. Nee. Ik zeg 27. 27. Ik heb je nog steeds. Nee. Oh, wie gaat er hem in pakken? Dat is hem. Help. Ja. Alsjeblieft.
Nou, nee, toch niet. Nee. 23. Jammer, 23. Jammer. Jammer. Helaas, het is wel knap, Jos. Ja. Ook geen bonusballen pakken of zo. Ik vind het toch knap, hoor. Ik heb dadelijk... Je hebt een lamme arm van het draaien zo meteen. Nee, ik weet het ook niet. We gaan door met nummertje 69. 69. En ook niemand een volle kaart. Nee, natuurlijk, die geven ze nou niet toe natuurlijk, hè. Want ze denken, ik wil die bonusbal. Bonusballen, ja. Ja. Dan gaan we het proberen met nummer 17. 17. Een 86. 86. Dus hebt u een volle kaart, zet hem op de app met voor- en achternaam naar het bingo-nummer wat eindigt op 75. En dan heb ik hier nummertje 89. 89. Nou, ik moet nog eentje in mijn 80 rij. Ja, en in de 20 rij ook, als het goed is. Ja, dat is maar bij dezelfde kaart. Maar ja, nog steeds geen volle kaart, jongens. Nee. Tenminste, of ze hebben het bewust niet, maar... Ja, 31. 31. Je hebt er ook helemaal niks aan. Nee. Aan die bal van jou. En wat hebben we hier? 74. 74, ja. Daar word ik ook niet blij van. Nee, ja, dat snap ik. Ik heb hier gewoon nog 4 gouden enveloppen staan die we nog weg moeten werken vanavond, mensen. Au, vooruit dan. 41. We zijn hier alweer op poffen. Ik hoop dat de technische... Ja. Ja, helemaal. Ja, heb je de eerste pak? Ja, we hebben de eerste. Hey, kijk. Ja. En? Ja, maar die... Vol verwachting. Ik heb wel een nummer natuurlijk, maar... Geen naam. Geen naam. Maar dan wordt nog... Dus je wordt nog druk getypt daar, hè? Dus maar er wordt druk getypt. Dus wie weet hebben we zo meteen de naam en de voornaam en de achternaam erbij op de bingo-app voor het bonusgetal nummer 41. Want mensen, dat ligt er ook niet om, hoor, die prijzen die daar allemaal aan hangen. Nee, zeker niet. Dat is ongekend. Dus vol spanning, Wouter. We gaan kijken, ja. Hij komt eraan. Let op. Niet op jawel, mij, jawel. We vinden hem hier. Kijk. Ja, 41. Dat klopt. Maar ja. Nu de naam nog. Ja. Ah. Ja. Het zal mij benieuwen. Kijk. Ah, kijk, bonusbal. En hij is gewonnen door Tom Jansen. Tom Jansen! Ja, het begint al op te vallen. Ja, Tom Jansen, nummer 41. Gefeliciteerd, Tom. En de andere Tom die gaat jou eens even vertellen wat jij gewonnen hebt. Nou, met de derde bonusbal. Nou, dat is niks. Dat is niks, Tom. Mooie naam trouwens, maar jij mag jouw... voordeur opnieuw laten schilderen. Nee. Door blije schilderwerken. Kijk, dat is een mooie prijs, hè? Ja. Dat is mooi. Ja, je moet het zelf maar eens aangestaan. Ja, het is niet ik hoop dat je een mooie voordeur hebt, Tom. Oh, maar van die groefjes allemaal. Ja. Dat zou mooi zijn, hè? Ellende. Blij dat er de blijers zijn om te schilderen. Oh, zo is het ook. Ja. Hey, we gaan ondertussen gewoon vrolijk door voor die volle kaart. Dus hebt u een volle kaart of een bonusgetal, hoort u. Voornaam. Achternaam, foto erbij, op de bingo-app en... we hebben gewoon nog 2 bonusballetjes in het spel, hè? Ja. Dus het kan nooit lang meer duren. Ja. Ik heb hier nummer 58. 58. Nummer 13. Dat kan je gelukkigste getal zijn nou, hè? Ja, en we moeten even alles stilleggen. Want er kwam op mijn oortje net een bericht binnen van een brandweer Berkel Enschot. Die moest even alles stilleggen voor een uitdruk. Ik heb gehoord dat het niet ernstig was, maar of we opnieuw willen beginnen. Dus Jos, als jij dan de ballen terug wilt doen in... brandweer Berkel Enschot, bedankt voor de hulp. Stuur dan even een fotootje op de app van hoe jullie er nou bij zitten in pak of in kostuum. Zet er die gewoon bij. Altijd leuk. Ja, altijd leuk. Maar we gaan verder, Jos. Ja, als er geen video's binnenkomen, tenminste, Wouter. Nee, ik heb nog geen volle kaarten. Nee. Dan heb ik hier nummer 78. 78. En gevolgd door 87. 87. Ja, ik heb hier al een volle rij. Ik ook. Het is toevallig. Dat is gewoon niet normaal.
En dan heb ik hier bal nummertje 16. 16. 16. Oh, wordt daar iets gecontroleerd? Ja, er wordt iets gecontroleerd. Er wordt iets gecontroleerd. Oh. Is dat een eventuele volle kaart? Ja, wordt hier een volle kaart gecontroleerd. Oh, er wordt een volle kaart gecontroleerd. Dan leg ik deze heel even. De grap is dat ze wel netjes doen deze keer, dat ze hem gewoon op zijn kant sturen. Want vorige keer kwamen ze ook op zijn kop in. Ja, en hebben Tom en Wouter ook regelmatig anders erboven zien staan. Daarom doe ik dat nou niet meer. Daar heb ik Wouter nou gewoon voor ingeschakeld. Toen moest af en toe het bloed terug naar voren. Nog geen volle kaart. Helaas. Maar ja, dan... gaan we door met nummertje 29. 29. 29. En wederom heb ik een volle rij. Ik ook. Ja, kijk. We volgen elkaar een beetje, hè? Ja, wij wel. Dan heb ik hier bal nummertje 8. Ja, kijk. Die zullen we losbarsten. Ja, mensen. 3, 2, 1. Naam en achternaam. Ja. Naam en achternaam. En een fotootje, alsjeblieft. En een fotootje. En wie weet, wint u een mooie prijs. Ja. Zou zomaar kunnen. En ondertussen, dat is grappig, want je ziet gewoon al het gezicht. Ja. Het gezicht. Hij heeft het druk, hè? Hij vindt het spannend, hè? Ja. Ze komen eraan, hoor ik net. Ze komen eraan, de bonusballen. En wat we anders ook kunnen doen, is meteen even doorschakelen naar de volgende meloenenjacht. Want mensen, we hebben zometeen nog te doen na de volle kaart en de bonusballen. Spelen we nog een keer meloenenjacht en daarna, wat ik al zei, ook nog een app-ronde. Dus een app-ronde is ook lekker. De derde app-ronde, dus dat betekent ook doe goed je best. En bij die derde app-ronde kom je daar ook als winnaar uit. Dan heb je dus kans dat je meedenkt naar die gouden envelop vanuit de winnaar van die app. Ja, en vergeet natuurlijk het 9-letterwoord nog niet, hè? Het 9-letterwoord hoort er ook nog bij, absoluut. Dat hebben we ook nog aan het spelen. Ja. Ik kan snappen dat het een beetje druk is op de lijn, want ik kreeg ook door dat wij spelen op dit moment met ongeveer, wat denk je Tom, hoeveel mensen? Met ongeveer, ja. Ik denk 600-700. Ah, denk je Jos? Ja, dan denk ik iets meer, 750. Ah, Wouter vraag ik. Ah Wouter, heb je... 750, ik denk dat we nu spelen, er zijn, ik denk 834. Bijna goed. Ja, heel goed. Nou, we zitten op dit moment spelen iets meer dan 800 mensen uit Berkelandschap en Heukelom mee voor die fantastische prijzen. Dat er nog geen volle kaart bij zit, hè? En dat daar nog geen volle kaart bij zit. Oh, we hebben nu en bonusgetal 8. Ja. Kijk. En we hebben een volle kaart. Kijk. Dus we hebben allebei. Bonusgetalletje 8. Ja. Komt die? Is gewonnen door. Ja, jongen, we hangen aan jouw lippen. Ja. We vinden het heel hangen spannend. Heel spannend, Wouter. We willen de druk niet opvoeren, maar... Nee. Doe maar eens een ander. Ja. Nou, er komt hij aan. Ja, hij komt er weer niet aan. Hij blijft er hangen, jongens. Hij blijft... Weet je wat ik nou voorstel? Dat wij doorgaan met onze meloenenjacht. Ja. En dan komen we na de meloenenjacht, komen wij terug op de winnaars van de volle kaart. En op de bonusbal. Op de bonusbal. En de bonusbal. Ja, doen we daar zo. Ja. En dan kijk even naar de regie of het kan dat wij nou lekker gaan meloenen. Volgens mij kunnen we nou gaan meloenen. Dus ik wou, zet je helm op. Ja, mensen, Ben scherp voor. Meloenen. Zo. Ben scherp thuis. Ik draai hem even aan. Leg de ik denk bingo kaart even aan de kant. Heel veel meloenen gaan vallen. En daar gaan we. De meloenenjacht nummer 3. Wegslaan, hè? Zet hem op. Succes ermee. Ja. Oh, ja, die viel mooi in het midden, die, hè? Oh, daar komen we aan. Dat maar heel pakje, Vincent.
Ik wil veiligheidsschoenen. Oh, gelukkig zegt. Jongen, jongen, de helm mag eraf, mensen. Oh, ho. Ha. Zo. Ik zeg, het wordt de hoogste tijd, terwijl wij de volle kaart en de bonusbal uitzoeken. Ja. De hoogste tijd ook voor iedereen om weer eens even de parate kennis van gewoon van alles en nog wat te doen. Ja. Op de app. Dus we gaan app ronde 3 doen in de categorie feesten en partijtjes en de categorie terug naar school. Dus mensen, pak je telefoon erbij. En dan komen we daarna terug met de winnaar van de bonusbal, met de volle kaart. En we hebben de miljoenenjacht. Dus het wordt gewoon hartstikke druk met die dingen. Het wordt alleen maar prijzen. Ja. Het wordt alleen maar prijzen. Succes. Het kan niet mooier met de app. Zet hem op. Thank you.
Zo, hé, dat was weer een hele klus, die app. Oh, man. Ja, niet normaal. Dus, flink zweet thuis, dat weten we zeker. Met al die moeilijke vragen, maar wel hele leuke vragen. Ja. Ja. U hebt van ons de goed. Ja. De bonusbal en de volle kaart. Wouter. Ja. Ja. Goed. De verlos bonusbal, ons. Nummer 8. Ja. Die was geraden. Ja, niemand hoeft te raden, maar... die er snel in had gestuurd. En dat was Daphne Jonkers. Daphne Jonkers! Ja. En je wint een mooie prijs. Wat je wint een verrast cadeaubon van een kraanpop. Ter waarde van... een BA verrastbon ter waarde van 50 euro. 50 euro maar liefst. Dat is een mooie zeg. Ja. Die kun je uitgeven bij de lokale horeca. Hè. Dat kan bij Hemels, dat kan bij Boerderij Denissen, Brasserie Valentijn, de Druiventros, de Bron, nou, Catering Wolfs mag ook, een barbecuetje. Van Opstel en Arby's, dus... Gefeliciteerd. En we hadden een volle kaart. Geen prijs, maar voor mij wel weer prijs natuurlijk, hè, want hier weer een roze bal erbij. Jongen. En dan had Sofie Wierke. Sofie Wierke. Helaas geen prijs, maar toch een prijs. Ik vind het geweldig. Ik vind het een applaus waard. Ja, twee ballen, hè? Want Daphne is ook een dame. Ja, kijk. Maak ik nog kans? Ja, als die mannen nou even... Het kan nog wel, hè? We gaan naar de appronde die zojuist gespeeld is. Ja. Eens kijken wat daar allemaal was. Kijk naar jou, Tom. Vertel het eens. Nou, we gaan eerst weer een paar vragen aan jullie stellen. Dat vind ik altijd leuk, hè? Om jullie parate kennis te testen. Parate Want dit kennis. Was natuurlijk de categorie feesten en partijen en terug naar school. Maar ik kan er niet helemaal rijmen. Feesten en partijen en terug naar school. Schoolfeest. Ik heb op school gezeten. Ja, schuifelen. Ja. Oké, eerste vraag. Een beetje pijn aan het hart. Want de hoeveelste editie van Kraanpap zou eigenlijk dit jaar... gehouden zijn. Van Kraanpop, dit jaar, ja. Eigenlijk. Eigenlijk. Die niet geweest is. Ja, hij is niet geweest, hè? Ja. Ik gok, ik kijk naar de antwoord. Ik denk de 18e. Wat denk jij, Wout? Welke antwoorden zijn er? Nou, ja, je mag kiezen tussen de 15e, de 18e, de 23e of de 26e. Die laatste twee zitten eerder in de buurt. Vinden ze het 18? Die komt echt de Berglund. Want jij bent maar... Ingeschoven, Berglijn, zoals ik wil noemen. Hè? Import. Ja, en ik heb er zelf een stuk of 5 meegemaakt. Ja, maar het past de laatste jaar. Ja. Roep eens iets. Ik denk 26, vooruit. 26, denk ik. En jij, Jos, heb jij nog een inputje? Ik zit even te denken, want ik heb heel wat edities mee mogen maken. En ik heb ook heel wat mooi mee mogen maken op die feesten. Waar ik nou beter niet ga vertellen hier op televisie. Ik denk dat er wel een paar mensen zijn die nou zitten kijken, die weten waar ik het over kan hebben. Nee, gaan we niet doen. Maar ik denk minimaal, sowieso 20 jaar draaien ze wel mee. Jij zei 26? 18 zei ik. Jij zei 26, dan ga ik voor 23. Ja, dat is een goede antwoord, Jos. Kijk. Jij hebt niks dit jaar hopelijk de 23e editie. Ja. Dat hoop ik ook. Lievelingsgetal. Wow, jij bent goed met cijfertjes, hè? Nou, ja, soms. Ik heb een som voor jou. Oh. 6 gedeeld door 2. En dan tussen van die haakjes, hè, die ken je wel. 1 plus 2. Ja, ik haak af. Ik ben weg. Ja. Wat is daar op het wat is er op je antwoord? 6 gedeeld door 2 en dan tussen haakjes 1 plus 2. Dus 6 gedeeld door 2 is 3 maal 3 is 9. 9. Ja, dat is goed. Ja. Nou ja, helemaal goed. Ja. Nou, super zeg. Lekker wonder, hè? Niks meer aan te voegen. Hey, Pierre, wie heeft wat gewonnen? Oh ja, natuurlijk ook. Dat hebben we natuurlijk ook nog. Ja, zeker. Dat was ik alweer helemaal vergeten, joh. Wij hebben hier Claudia, 33 jaar. Vrouw, doe er maar een roze bal in. Weer een vrouw. Jawel. Goed gedaan, Claudia. Super. Top. Claudia, jij wint. Een ijstaart en een waardebon van 20 euro voor Twins. Lekker Claudia. Dat is een prachtig mooie prijs. Dat is een prachtig mooie prijs die we gewonnen hebben. En dan hebben we natuurlijk nog de eerste prijs van App Ronde 3. En die is voor Nick Kools. En Nick Kools. 35 jaar. Man? Nee, wacht, want jij vroeg net aan mij of ik op school heb gezeten. Ik heb volgens mij nog bij Nick in de klas gezeten. Ik ken Nick ook. Moet het toch echt een blauwe bal zijn? Ik vergis me al, Nick ik had een vriend en die leek altijd op hem, dus ik hoorde die twee namen altijd door elkaar. Ja. Simon. Nick en Simon.
Maar Nick, jongen, wat heb je gewonnen? Ja, nou, Nick heeft een onderhoudspakket gewonnen en een fietsshirt van Spaak. En dan weet ik die fietsshirts heel mooi zijn, namelijk. Kijk, jongen. Kan ik alles over vertellen. Super. Nou, dankjewel. Wij gaan, is er nog een hint voor het negenletterwoordenspel? Of is het Ja, dat heb ik wel. Ja? Zullen we er een hintje in gooien, mensen? Even een hintje thuis voor het negenletterwoordenspel. Ja. Komt-ie. Een drankje in de zon. Oeh, lekker. Een drankje in de zon. Hey, en zojuist heeft iedereen natuurlijk weer als een Jekko Meloenen lopen tellen. Ja. Dus wij willen heel graag over naar de winnaar van de Meloenenjacht. Nummer 3, de laatste Meloenenjacht. En dan gaat het dus, mensen, om een gouden envelop, hè? Ja. Dus, oh jee. Er wordt gebeld. We hebben een Belg. Kijken wie we aan de lijn krijgen. Hallo, met Tanja Schalken. Tanja, hallo. Goeiedag, Tanja Schalke. Tanja, geweldig. Ik hoop dat je het goed hebt, hè? Want voor jou een hele mooie prijs en voor mij weer een roze balletje. Ja. Dus, hoe is het daar, Tanja? Wat ben je aan het doen? Wij zitten hier heerlijk gezellig met een borrelplankje met elkaar op de bank dit hele leuke avond te hebben met elkaar. Nou, wat leuk om te horen. Klinkt goed, super zeg. Ja. Hey, en misschien kan jouw avond nog veel leuker worden, Tanja. Wie weet als jij het goede aantal meloenen heb kunnen tellen. Met jouw hele gezelschap wat naar thuis zit natuurlijk. Ja. Dus. Wij dachten voor de... voor de meloenen. Voor de meloenenjacht. Okay. De meloenen, Wij dachten 110. 110. Kijk naar de notaris. Wat aantal. Hebben wij zoveel ontweken, jongens? Ik heb wel hoofdpijn. Ja, ik heb wel hoofdpijn. Ik dacht dat het even die koffers was. Wouter, jongen, hou ons niet langer in spanning. 110. Ja. Trommelgoffel. Ja, kom. En het is goed! Hey! Schitterend! Dag! Nou, Tanja, dat is gaaf. En ik heb ze hier voor me, de gouden envelop. Had jij van tevoren een nummer in je hoofd trouwens? Ik had geen nummer in mijn hoofd, maar welke is er nog over? Er zijn 1, nummer 1, nummer 5, nummer 6 en nummer 7. Dus doe maar nummer 7. Nummer 7. Kijk aan, die geef ik aan Jos. Ja, nummer 7. Nou, eens even kijken. Deze zet ik weer terug. Ik Rappapa. Heb je een wens, Tanja? Ja, dat is wel een leuke. Wat zou je graag winnen? Oh, ik weet niet meer wat er precies allemaal is. Ik ben overal blij mee. Elke prijs is leuk, hè? Zeker weten. Nou, ik denk sowieso dat je hier wel heel blij mee kunt zijn. Ik zal eens even kijken. Zo! Dus, ja. Tanja! Nou, zeg het eens. Als jij rondkijkt, denk jij dan in jouw huis, nou, er mag een keer iets gebeuren? We zijn net verhuisd, dus er is een hoop te gebeuren in ons huis. Deze prijs kan niet beter terechtkomen. Jij wint een bon van €500 van tegels.com. Hey! 500 euro, hè, van tegels.com. Jeetje, nou, super. Ja, mooi, hè? Waar mag je nog meer aan besteden, Vincent? Je mag het ook besteden aan badkamers aan Terre WC. Nee, maar 500 euro tegels. We hebben ook een mooie showroom in Oosterwijk. Ook de moeite waard. Ik ben er onlangs geweest om daar eens een keer te gaan kijken. Echt fantastisch. Ja. Heel veel keus. Wanden, badkamers, vloeren, noem maar op. €500. En als jij net verhuisd bent, dan maak jij van jouw droomhuis... Van je woonhuis. Het wordt schitterend, Tanja. Gefeliciteerd, geniet ervan. En nog een hele fijne avond. Ja. Doei! En jongens, daar gaat hij weer. Balletje. Jongen. Hop en weer een witte bal erbij. Ja, het gaat heel goed met die roze bal. Ik zie er bijna geen plekje voor die roze ballen. Dus de rest is gewoon blauw. We hebben even iets tussendoor, want zojuist met het appspel gebeurde er hier iets raar. We zeiden al, Sinterklaas is in de house. Ja. Zwarte Piet of Grijze Piet of Roetveeg Piet of Wit Piet. In ieder geval, Piet was hier even en die had een opdracht voor ons. En eigenlijk voor heel Berkelen is het een heukelom. En het is een beetje een mindfuck. Ja. Dus Piet vroeg aan ons, hij zei, jongens, als we nou eens met heel Berkelen is het een heukelom aan een rolmaat gaan denken. Dus ik wil jullie vragen en mensen thuis ook, even stil. Zit en denk aan een rolmaat. Dan gaat er hier iets gebeuren. Denk allemaal goed aan een rolmaat. En het heeft verband met de laatste bonusbal. De rolmaat. En dan ziet u, als we er allemaal aan denken, hier een stuk rolmaat verschijnen. Alsof het niks is. Hij wordt hoger en hoger. En misschien staat er wel iets op. Een hint voor Jos. Ja, er staat op.
1,20 meter, Jos. Je moet 1,20 meter naar links. Naar links. Voor de kijkers rechts, denk ik dan. Ja, maar voor de kijkers naar links. 1,20 meter naar links. 1,20 meter. En misschien zou die laatste bonusbal, dus mensen zou zeggen voornaam, achternaam en foto, die laatste bonusbal wel eens kunnen... Kun je even goed voelen, Jos? Ik kan wel even goed... Ik voel een magnetron, denk ik. Van Staatskeukens, denk ik. Van Staatskeukens, ja. Ja, ja, misschien kun je hem openmaken. Wie weet wat erin zit. En wat zegt hij dan? Ping! Ja, 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 ja. En wat zit erin? Een bekertje. Een bekertje. En wat zit er in het bekertje? En wat zit er in het bekertje? Ja, dames en heren, daar is hij. Daar is hij dan. Balletje nummer 12. Ja, helemaal maar mensen. Ja. Maar de laatste bonusbal. De laatste bonusbal. De bonusbal geappt worden, dames en heren. Ja. Zit erin. Ja. En het bonusnummer, dames en heren. Bonusnummer. Niet bonus. Het spellennummer. En naam en achternaam erbij, alsjeblieft. Naam en achternaam. Dat zou heel fijn zijn. Het bonusnummer. Dus ik kijk naar Wouter. Komt er iets binnen? Ja, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Kijk, oh, ja, er is er alleen, hoor ik net. Ja. Dat is een hele snelle. En dat hij dan zomaar uit de magnetron kan komen, Jos. Nou, hoe is het mogelijk? Dat is niet normaal, hè? Hier, we zijn allemaal denken aan hem. Ik loop iemand te draaien en hij blijkt daar gewoon te liggen. Ja, niet te geloven, hè? We denken aan de rolmaat. En hij komt gewoon... Ik heb hem hier. Ja, heb je hem? Ja. Kijk. Oh, hij loopt weg. Maar ik had hem. Hij loopt weg. Oh jee. Maar ik weet wie het is. Ik weet wie het is. Kijk. Hij weet wie het is. Raoul van Mil. Raoul van Mil. Raoul van Mil? Ja. Ja, en Raoul van Mil. Jij hebt dus de laatste prijs gewonnen bij de bonusbal. Dus nou, Tom. Die prijs is... Wat is de prijs? De prijs is, ben je klein schot verrast ook, een bon ter waarde van €50. Kijk. Te besteden bij Hemels, Eten en Drinken, Boerderij Denissen, Brasserie Valentijn, De Druiventros... Eterij de Bron, Catering Wolfs, Van Opstal en Arby's Beach. Hoppakee. Hartelijk gefeliciteerd, Raoul. Gefeliciteerd, Raoul. En knap dat je zo snel was met die bonusbal, dat je dat wist. Ja, nou, zo. Goed gedaan. Ja, ja, snap, hè? Ondertussen zijn als goed is alle letters gevallen. Oh. Van het letterwoord. Het negen letterwoord. Het negen letterwoord gaat weer om een gouden envelop. En ja, als het goed is, hebben we daar een winnaar van die wij nu gaan bellen. Ik hoor hem overgaan. Ik hoor hem overgaan. René. Hallo René. Welke René? Corné. Corné. Corné, kijk. Hey Corné, en met welke Corné hebben wij het genoegen? Wat denk je? Corné van der Pas. Dat meen je niet, Corné van der Pas. Ja, dat zal toch niet. Hé, hey, Corné jongen. Heb jij het goede woord, denk je? Tuurlijk. Tuurlijk heb ik het goede woord. Ja, zou je even je tv uit willen zetten, voor die, of in ieder geval wat geluid uit, voordat je het goede woord gaat geven? Want het zinkt wat rond. Zet even dat ding uit. Dat ding moet ook uitzetten. Ja, dadelijk wel eraan zetten, hè? Ja, want voor die prijs wil ik natuurlijk wel even duidelijk horen. Laten weten dat het zomerleut was. Zomerleut! Klasse, ja, ja, heel goed geraden. Heel goed, Corné, heel goed. En dat betekent dat jij de gelukkige bent om te kiezen uit envelop 1, 5 of 6? Ja, het liefst envelop 7. Ah, ja, fout antwoord. 1, 5 of 6? Is 7 al weg? Dat is al weg, ja. Envelop 6 hoor ik hier. 6 hoor je daar, wij gaan voor 6. Ik geef hem aan Jos. Ja, dankjewel. En Jos gaat envelop 6 openmaken. Wij gaan eens even kijken wat daarin zit. Dat meen je niet, hè? Even kijken. Nou, we weten het toch niet? Oh. Oh, Jos kan niet lezen. Wil jij zeggen dat het geen rode envelop is? Nee, Corné. Dat meen je niet. Dat meen je niet, dit. Echt, nee, jongen. Wat? Wanneer ben je voor het laatst op vakantie geweest? Afgelopen zomer. Afgelopen zomer. Zou je weer een keer willen gaan? Want, dat kan nou zo, want jij wint namelijk een reistegoed van €500 te besteden bij D-reizen in Berkel en Schot. Ja, ja. Hey, hoppa. Gefeliciteerd, joh. Mooie reisje. Vet, hè? Ja, dat wordt Amsterdam de Wallen. Hoppakee! Nou, er staat dit bedrag wordt aangeboden door Kraampop Weekend en Zomerleut en het hele bestuur gaat mee. Dat kan wel
gaan we. Nee, Corné, jongen, mogen we jou heel erg feliciteren met die prachtige prijs. Ja, fantastisch. Zoek er een mooie bestemming voor, wat het ook mogen zijn. En geniet ervan, hè, jongen. Ja. Dat gaan we doen. Super. Okay. Hey, dankjewel. Nou, dat was Corné. Helemaal blij. En Corné kan op vakantie naar Amsterdam. Geld uitgeven hoe hij wil. En ondertussen moeten wij natuurlijk even bijkomen, mensen. We gaan naar de Showbiz Quiz. En daar heeft onze Gerard Ekdom een prachtige uitleg over gemaakt. Ja. Zo is het. Showbiz Quiz. De knallende muziekquiz. We gaan zo starten met een van de allergezelligste onderdelen van de show. Je hoort zometeen 5 verschillende nummers. Aan jullie de taak om te herkennen wie de artiesten zijn. Een spel voor echte muziekfanaten dus. Vul telkens de eerste letter van de betreffende artiest in op je spelkaart. Op deze manier ontstaat er een woord. Weet jij welk woord? App een duidelijke foto van je spelkaart met de tekst Showbiz Quiz. En het juiste antwoord naar het spelnummer. Wie weet pak jij die grandioze prijs. Ja, de Showbiz Quiz. Wie weet pak jij die grandioze prijs. Dus ik zou, als ik u was, maar even snel appen. En dan hebben wij zo meteen, denk ik, al meteen een beller. Ja. Ja. Nee, wij bellen iemand die kandidaat is voor de Showbiz Quiz. Hartstikke leuk om dat zo uit te spreken, de Showbiz Quiz. En we hadden hier al een beetje discussie van wie gaat dan de Showbiz Quiz spelen. Maar we doen het gewoon met z'n allen. Ja, tuurlijk. Dat lijkt me leuk, toch? Ja, we doen het hartstikke met z'n allen. En als het goed is, stromen de aanmeldingen binnen. En wordt er vanuit de regiekamer nu weer een lijntje gelegd naar Berkel Enschot of Heukelom. Ja. Naar een absolute muziekfanaat. Oh, nee. Ik zit er langs, klopt. We gaan gewoon plaatjes draaien en u vult ze in. Sorry, mijn fout. Ja. Ik zat er helemaal langs. We gaan plaatjes draaien en dan, als u de artiest herkent, is het belangrijk dat u de eerste letter van de artiest op een formulier invult. En die 5 letters, die vormen een woord. Daar maakt u een foto van. Die zetten we op de app met voornaam en achternaam. En dan maakt u kans op een gouden envelop. Dus ik zat er helemaal langs. Excusez le mal. We gaan liedjes draaien. Ja. Dus let goed op. En het gaat elke keer over de eerste letter van de artiest. Van de artiest. Ja, en iedereen kan dus meedoen. Hè? Iedereen, ja, iedereen doet mee. Dus Corné, zet het geluid weer aan. Hier komt hij. Liedje nummer 1. Disco. Nou, iemand enig idee? Het gaat over de naam van de artiest, hè? De naam van de artiest, de eerste letter van de artiest gaat in het eerste vakje. We gaan naar het tweede liedje. Het is wel bekend, man. Artiest. Oh, ik weet wel wat het is. Dat je een mooi bent. Ja. 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 Was een we gaan het derde liedje doen. We gaan het derde liedje doen. Oei. Komt het derde liedje aan. Oh, die is wat ik wel ben. Ja, die is wel op een gegeven moment makkelijk deze, hè? Ja. Maar moeten mensen ook even bij kunnen komen. We hebben heel warm zitten zweten die mensen, dus moet ook niet bij kunnen komen. Maar ze hebben wel een moeilijke versie gekozen. Ja, dat is een moeilijke versie. Ja. Maar het is sowieso wel lastig, hoor. Ja. Dit was liedje nummer 3. Net let op, het gaat dus over de eerste letter van de artiest. Nummertje 4. Let goed op. Hey! Viva España! La 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 la! Viva España! La 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 la! Hey!
Hij was daar, jammer. Dat vind ik nou jammer. Ja, dat is 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 jammer. Nou, dit was het vierde. Ik kom nu het laatste nummer. Dus het laatste nummer. En dan hebt u een woord. Dat woord zet u op de foto. Dat stuurt u naar de spellen-app met uw naam en uw achternaam. En wie weet, wint u een mooie prijs. Ja. Hier komt liedje nummer 5. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, als hier alles meteen, door jou, ben ik nooit alleen. Nou, dat was een mooi, serieus slot van deze showbiz. Emotioneel momentje, ja. Dat was een mooi zen-momentje. Ja, even rust. Even als het goed is, hebben jullie nou 5 letters op een rij. Dat vormt een woord. Zet het op de app, op de spellen-app. Naam, achternaam erbij, foto erbij. En dan hebben we zo meteen een winnaar. Ja, of maar ondertussen gaan we kijken naar de eindstand van de app. Ja, natuurlijk. De eindstand van de app. Ja, dat is mooi. Ja, we hebben gewoon 3 prijswinnaars. We hebben 3 prijswinnaars, ja, sowieso, inderdaad. Ja. Nou, zullen we beginnen bij de 3e prijs? Lijkt me goed. Ja. Nou, die wint een waardebon van juwelier Pigmans. Wijkmans. Hij was Guus Pigmans aan het lijken. 75 euro, die gaat naar, ik heb niet echt een naam, maar hij noemt zichzelf Roodkappie. 33 jaar en een man. Betekent blauw balletje voor mij. Roodkappie. Roodkappie, jij kent hem voor de rest ook niet, maar... Roodkappie, maar we krijgen zometeen ook alles op het scherm, hoor. Maar, zeker, dat krijgen we ook nog, inderdaad. Zometeen, maar we hebben ook een... Een tweede prijs. Ja. De tweede prijs is het prachtige wielertenue wat hier al heel dag achter mij staat. Super. Met een helmpie, zonnebrilletje, handschoentje, eitje, alles erbij. Spelkaarten voor als je niet meer wil fietsen, zit er ook bij. Ja. Mooi, heel belangrijk. Van de tweewieler in Udenhout. Van de tweewieler in Udenhout. Ja, die is voor... LR7, die heeft ook al geen naam. Maar we gokken dat daar weer Luc Robbe is, want die stond net ook alweer weer goed. LR7, nou gefeliciteerd. Ja, goed. Hey, mannetje, daar gaan we nog voor. Hoppakee. Het man staat erbij. En dan hebben we nog een... gouden envelop. En die gaan we bellen. Een winnaar, ja. Een winnaar. Die gaan we bellen. Overal winnaar. Krijgen we zeker een naam. De overal winnaar van de 3 app-ronden. Eigenlijk is de slimste van Berkel. Van Berkel. En Schot. Hallo? Met wie hebben we het genoegen? Met Tessa. Tessa van Broekhoven. Tessa, dat hoor ik. Ja. Hey, Tessa van Broekhoven. Oude buurmeisje, want ze is overgehuisd, hè? Oh jee. Ja, vandaag overgehuisd. Vandaag overgehuisd, Tessa. Ja. Oh, je had die tegenvloer willen hebben, natuurlijk. Nou ja, de vloer ligt er al in, hoor. Dus, is niet gelukkig. Tessa, luister eens even heel erg goed. Weet je dat jij, buiten dat je daar nog een gouden envelop mag kiezen, de slimste en de snelste bent van alle appspellen. Dus jij bent eigenlijk gewoon de slimste mens van Berkel en Schot en Heukelom! Hey. Tessa, heb jij dit alleen gedaan? Kijk, de nummer 2 en nummer 3. 2 is dan Luc, mijn vriend. En 3, Roodkappie. Dat is natuurlijk Kappie. Ja, dat is natuurlijk Kappie. Van Broekhoven. Dus wij hebben ook gewoon met heel het huis de top 3 plaats hier. Nou, dat is super knap, zeg. Dat is wel mijn verdienste, hoor. Het is mijn verdienste. Ja, natuurlijk. Nou, Tessa, het grote moment is daar. Jij mag kiezen tussen envelop nummer 1 of envelop nummer 5. Wat zou je graag willen winnen, Tessa? Ja, die kerstboom zit er nog in, toch? Ja. Oh, dat zou mooi uitkomen. Ja, daar gaan we wel voor, hè? Kijk, nou, en waar denk je dat die in zit? Ik hoop 5. We zijn ook naar nummer 5 verhuisd. Dus we gaan voor 5. Voor 5. Ik geef hem aan Jos. Jij gaat voor 5. Komt hij aan. We gaan eens even kijken. We gaan eens kijken wat er in 5 zit. Er een kerstboom in zit. Dan is het wel een platte boom. Ja. Nou. Dit wordt even spannend, denk ik. Net verhuisd, zei je? Ja. Ja. Kerst komt eraan, hè? Ja. En wat gebeurt er met de kerst? Krijg je, doorgaans, als het mag, eters. Dus, wat win jij? Een schitterende ping, magnetron en blender van Staats Keukens. Hoe mooi is dat? Gefeliciteerd! Dankjewel.
Ja. Ja. Nou, eerste reactie. Ja, ik ben er heel blij mee. Zeker. Nou, ja, super zeker. Dat dacht ik al wel. Ja, je hebt het gezien, het is een beetje een magic blender. Ja, daar komt er wel alles uit die magnetron. Dat is niet normaal. Op een magnetron, ja. Dat is bonusballen. En daarachter Tom staat de blender. Oh ja. En hier de magnetron. Dus wij willen jou heel erg feliciteren met die prachtige prijs. Geef hem een mooi plekje in je nieuwe huis. Veel woongenot. En tot ziens. Dankjewel, hè. Geniet ervan. Hoi, hoi. Ja, hoi, hoi. Dankjewel. Dag, Tessa. Zo. Kijk, mooi. En we hebben natuurlijk... Oh, balletje erbij. Balletje. Maar ook telkens gevraagd van jongens, zet een leuke foto op de app. Ja. Nou, we gaan eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is. Kijk eens aan daar. Hippity-pipora, duimpjes in alles op zijn kop. Nou. Niet te geloven, de hele familie, de thuiscamera. Drie meiden. Kijk, daar wordt lekker een biertje bij gedronken. Ja, dat mag natuurlijk ook. Zo wordt het heerlijk. Op de bank, meespelen de hele avond. Kijk, familie Schuurmans. Familie Schuurmans, gezellig meedoen. Gezellig. Hoppakee, kijk of ze prijs hebben. Ja, kijk. Inderdaad. Beetje hapjesplanken erbij. Ja, die borrelplanken. Helemaal goed met die borrelplanken. Normaal, kijk de prijswinnaar. De winnaar van de scooter. Ja, die zijn heel blij. Drie keer Gert-Jan Robben. Met de hele family aan het meespelen. Had je je kleine nou in zijn hand? Ja, dat weet ik ook niet. Kijk, het is nou wel gezellig. Met. Hier wordt ook gezellig geboren. Ja, dat is een borrelplank. Ja, dat is een borrelplank. Jullie vriendinnen. We haarbraken. Nou mensen, je ziet het is reuze gezellig thuis. Ja, leuk. Het is heel erg om mee. Dat vind ik leuk. Ja, en wij lopen een beetje op het eindje. Jammer. We hebben nog één gouden envelop volgens mij, Vincent. We hebben nog een gouden envelop. En ik weet eigenlijk niet of wij de eindstand van de app al op het scherm gehad hebben. De complete eindstand. Of dat we die misschien nog even kunnen zien. Kijk, hier is die. Ja. Oh, kijk. Ja. Inderdaad. Liene. Ja, dat is Tessa. Dat is Tessa. LR7, Roodkampioen. Floris heeft goed meegedaan. Ja. Hey, Vince Verrij, nou een handbalmaat. Die was laatst op televisie. Was Vince op televisie? Ja, met het mes op tafel. Oh, kijk eens aan. Heeft hij ook al gewonnen. Jee, die wint alles wat hij... Nog iets niet in Stips uit Berk. Nee, daarom. Dat is dan wel recent. Mensen, we hebben nog één envelop. En dat betekent dat we nog één winnaar te gaan hebben. En die komt van de Showbiz Quiz. Ja. De Showbiz Quiz. We gaan die winnaar bellen. Iemand was de snelste. Iemand had alle nummers goed. En wij zijn benieuwd wie het is. Kijk, hij gaat over. Zeer benieuwd. Spannend. Spanning alom. Hallo? Hallo? Hallo. Wie hebben we aan de lijn? Ilona. Ilona. Hey. Oh, er zit een beetje vertraging in. Ja, dat maakt niet uit, dat weten wij. Wil je de tv even zacht zetten? Ja, de tv staat uit. Goed zo. Nou, dat is helemaal mooi. Fijn. En welke Ilona hebben wij het genoegen? Ilona van Oort. Ilona van Oort. Oort. Ilona, welk woord had jij geraden? Ik denk dat het woord thuis is. Thuis. 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 We kijken naar de notaris. Notaris gaat opzoeken. Hallo. En Ilona, je kunt gaan juichen, want het antwoord is goed. Hey! Yo, klasse Ilona. Nou, wat wint Ilona dan? Ja, dat weet ik niet. Ilona, met wie zit je daar allemaal? Want we horen een hoop gejuich. Ja, nou, we zijn niet met zoveel hoor. We zijn er maar drie. Maar wel veel herrie. Ja, dan wel. Nou, superleuk. Jij mag kiezen uit envelop 1. Kijk, het zijn allemaal echt. 1 en 1. Oeh, doe maar 3. Doe maar. 3 is een rode. 1 dan? Nee. 1. Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Oké. Nou, Jos. Nou ja. Aan jou de eer. Super spannend. Ja. De laatste prijs van vanavond. Het laatste spel van vanavond. Ja. Dit had ik niet verwacht. Dit zie je gewoon niet aankomen. Nee. Dit is echt een fantastische prijs. Jongens, zijn broer is net binnen in het land. ben je goed in versieren, Ilona? Ja, een beetje. Een beetje wel. Nou, dan mag je dan op een andere manier inzetten, die kwaliteit. Want jij wint een volledig versierde kunstkerstboom. Mede mogelijk gemaakt door Koppelmans Tuincentrum in Eindhoven. Hey! Hij is groter dan deze. Dat is wel even belangrijk om te zeggen. Hij is groter dan die. Ja. Ja. En hij gaat jarenlang mee. Ja. En als je moeite hebt met opzetten, dan komt Romy, de vriendin van Tom, die komt jou helpen, had ze beloofd. Ja, hij heeft ze beloofd, ja. Supergezellig. Nou, hey, wat gaat er door je heen nou? Ja, ik vind het echt superleuk, want ik kan nog geen kerstboom.
Komt u op een goede plek terecht. We zijn helemaal blij. Helemaal blij met jou. Ja, fantastisch. Dankjewel. Alsjeblieft, Ilona. En een fijne avond ook. En bedankt voor het meespelen. Ja. Jullie ook. Yo, doei. 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 Zo. Zo, en daarmee loopt het op zijn eindje. Nou, inderdaad. Ja. Wij zijn door alle prijzen heen, we zijn door alle spellen heen. De kaarten zijn vol, de kaarten zijn geschud. Ja, nou, we hebben eigenlijk één prijs, hè? Ah, en? Een prijsje. Ja, die is niet gevallen in de muziekquiz natuurlijk. Oh nee, dat is waar. Dus wat gaan we daarmee doen? Ik zou zeggen, we doen de prijs voor de gekste foto die we op de app hebben gehad. Dat vind ik een goed idee, want het is wel een prachtige prijs, namelijk een borrelplank... Van de Landwinkel, dus... Ja. Dat is een hele mooie prijs van Landwinkel de Bollekes. Zeker. En Schot. Ja, dat is een hele mooie prijs. En dan stel ik voor, want eigenlijk waren wij het met z'n vieren wel over eens. Die drie jongens die op zijn kop op de bank hingen. Ja. Ja. Ja? Ja. Kunnen we het daarmee eens zijn? Ik ben het daar wel mee eens. Ja, ik ook. De jury, doen we nog maar een keer, Tom. Welke prijs hebben die mannen, heeft die foto gewonnen? Een mooie borrelpakket en een waardebon van €20 voor Landwinkel de Bollekes. Nou, super. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Een mooie prijs, hè? Dus... Met die daar is hij. Jawel. Dat is een goede creatieve foto, hè? Daar zijn we blij mee. Kijk, vinden we leuk om te zien. Er staat een borrelplankje en dat komt goed. Daar gefeliciteerd, mensen. Superleuk. Ja, hartstikke mooi. Superleuk. En daarmee komen we echt aan het einde. Alle prijzen zijn op. Alle dingen zijn gezegd. Ik hoop dat jullie thuis een fantastische avond hebben gehad. We vonden het heel leuk hier van een kleine technische hiccup. Kan gebeuren. Geeft niks. We hebben allemaal tijd genoeg. We zitten toch thuis. Ik wil Wouter, jongen, jou heel erg bedanken voor jouw superrol als notaris. Vanavond een klein feestje thuis. Ik moest even voor de mensen thuis. Over de hele linie. Ja, maar dingen gebeuren. Helaas, techniek staat niet altijd voor niks. Nee, alles is eerlijk verlopen, dus super maar gedaan. Dank het was wel leuk om te doen. Ja, goed zo. Tom, dankjewel, jongen, voor jouw creativiteit in het hele voortraject. Dankjewel, en graag ook weer gedaan. Alle dingen. Jos, bedankt voor het draaien van de ballen. Ja, graag gedaan. Eén keer een paard na kunnen doen. Nee. Nee? Nou, Vincent, wij willen jou natuurlijk ook weer bedanken dat je heel deze avond aan elkaar hebt geluld voor ons. Want graag gedaan. Hadden wij het zelf moeten doen, was niet gelukt. Heel graag gedaan. Heel leuk. Ik hoop dat jullie thuis erg genoten hebben. Bedankt voor het meespelen. Bedankt voor het meedoen. Blijf allemaal gezond. Vergeet de lokale horeca niet. Feestdagen komen eraan. Denk aan winkelcentrum Eikenbos, de Koningsoort. Er is genoeg te koop. Dus steun die lokale ondernemers. Blijf gezond en tot ziens. Bedankt. Tot ziens. Hey, dank ons. Hoi, hoi. Dank. Wauw. De spanning vanavond was om te snijden. De punten vlogen alle kanten op en de sfeer was legendarisch. Even dacht ik dat dit te moeilijk zou zijn voor jullie. Maar niets is minder waar. Het was plottwist na plottwist. En wie had gedacht dat deze persoon uiteindelijk de winnaar zou worden? Ik niet hoor. Eén ding is zeker, hier gaat nog veel over gesproken worden. Ik wil jullie bedanken voor een fantastische show. De prijzen zijn verdeeld en de grote winnaars zijn bekend. Zij mogen zich met trots de allerslimste, allersnelste en allerbeste noemen die de grote online tv-show ooit heeft gekend. Nou ja, vandaag in ieder geval. En natuurlijk een schouderklopje voor de rest. Jullie hebben het allemaal geweldig gedaan. Oh, vergeet niet om de grote online tv-show te volgen op Facebook en Instagram. Naast leuke winacties die regelmatig voorbij zullen komen, kun je hier ook alle uitslagen en foto's terugvinden. Zullen we het nog één keer doen? Dames en heren, dit was de grote online tv-show. Wij houden van jullie. Tot de volgende keer.